Hallo, lo, 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 lo. Bruno en Philip, de vaste huisband van Hektok. Met Pleun natuurlijk als onze VJ. En nou, fijn om jullie allemaal weer te zien hier in Rotterdam. Het is ook een beetje wennen, hè? Al die mensen, zijn er al een beetje overprikkeld? Ja, hè? Nou, dat wordt alleen nog maar erger. Ja. Ik moet eerlijk gezegd ook een beetje aan wennen, hoor.
Maar nee, het is wel fijn dat we weer helemaal los kunnen. Weer volle bak hier in Worm in Rotterdam. Nou, ook een hoop mensen die thuis meekijken. Jullie ook welkom. Je kunt ook meekletsen natuurlijk. Op Vimeo kun je de chat openen, van alles roepen. Ik zal tussen de items er af en toe even naar kijken. En samenvatten. Hier in de zaal ja, kunnen inmiddels ook gewoon weer met de microfoon een mening hebben. Voor de mensen die voor het eerst kijken. Nou, van harte welkom. Ook hier in de zaal. Ik ben Chris van het Hof. Hacktalk is zeg maar mijn ding. Maar nu niet meer. Het is inmiddels van DIVD. Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Dat zijn inmiddels 100 vrijwilligers. Die het hele internet scannen op kwetsbaarheden en dat ongevraagd melden om ja, het internet veiliger te maken. Helpen de hackers on steroids met z'n allen samen onder één vlag. Die bepalen ook de content voor vandaag. Dus we krijgen DVD-onderzoek te zien. Of DVD-onderzoekers aan tafel. Veel DVD's in het publiek. U herkent ze wel aan de shirts. En ja, daarmee is ook deze inhoud niet alleen voor u. Maar ook voor de DVD Academy. Dat zijn de jongeren die ook gaan leren hacken. Dus we doen eigenlijk een beetje van alles en nog wat. Hè? Het is dan voor de mensen thuis en hier dat je ja, kunt zien dat hackers best aardige mensen zijn. En behulpzaam. En we laten aan de hackers zien dat normale mensen ook best wel interessant kunnen zijn. Af en toe. En dus dat brengen we hier samen. Nou, hoe kan dat allemaal? We zijn ook zeer dankbaar dat Stedin en de gemeente Rotterdam, net als de voorgaande edities, nog steeds onze sponsor is. Blijkbaar steunen ze ook DIVD. Maar de inhoud bepalen wij dus. En ja, dan moet je natuurlijk ook wel iets zeggen over de oorlog. Dus de hoofdmaaltijd vandaag is een debat over de cyberoorlog. Met name over de vraag, moeten wij de Russen gaan aanvallen of niet? Daarover hebben we een paar zwaargewichten. En ja, ik heb daar zelf eigenlijk ook wel een mening over. Dus dan denk ik, ja, dat wordt een beetje een lastig gesprek. Dus dan stap ik aan de kant. Dan ben ik even niet meer de presentator, maar dan ben ik een van de deelnemers. En dan mag Lucinda Sterk, die daar zit, hoofdcommunicatie bij DIVD, die gaat dan het debat leiden met ons, maar ook met jullie. Vandaar dat jullie die zwart-gele kaartjes op jullie stoel hebben gevonden. Ziet er een beetje mysterieus uit, een soort flyer voor een kinkje party. Nee, dat is gewoon, kun je stemmen. Zwart is nee, geel is ja. Oh, oké, dat komt straks nog. Ja, oké. Ik neem het nu weer van je over. Jij moet straks alles gaan doen, inderdaad. Ja, doen we. Oké, naast de cyberoorlog, nou ja, een beetje een afgeleide daarvan. Inmiddels worden ook veel goede doelen en zorginstellingen ook aangevallen. Dus DVD is gaan scannen op ja, eigenlijk alle goede doelen in de wereld. Om die ook ongevraagd te helpen en veiliger te worden. Daar gaan we het over hebben. En we hebben ook nog aan het einde een DVD-update vanuit de Academy. We hebben een internationale afdeling die we opzetten. Er is een security-meldpunt. Kortom, een beetje de to-do-list om u mee naar huis te sturen. Maar we beginnen met dit boek, Hackers. En vandaar dat deze meneer hier staat, Gerard Jansen. En het was even spannend, dames en heren, want hij was wat later met de trein, dus hij komt net van de OV-fiets gesprongen. Ja, goed, dus het gaat prima hè, met openbaar vervoer en OV-fiets, dan ben je sneller dan je denkt. Oké, okay. Nou, je bent inmiddels niet buiten adem zo te horen. Gerard Jansen is journalist, hij schrijft onder andere voor Vrij Nederland en veel andere bladen. Hij is bij DVD, is die report writer, dus als een onderzoek afgerond wordt, is hij een van de mensen die daar een heel mooi rapport van maakt. En ik denk ook relevant voor deze locatie. Je bent een halve Easy Aloha. Hè? Klopt, ja. Voor de mensen van mijn leeftijd, de Easy Aloha's, dat was van die Easy Tune muziek in de jaren 90. Van de boom, 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 boom. Nou, daar was jij de helft van. Ja, hè? Klopt. Okay. Maar goed, daarom ben je niet ja. Hier. Je bent hier vanwege dit boek, Hackers. Is een maand geleden uitgekomen. We waren ook bij de lancering. Heel veel hackers in de zaal. En nou ja, hackers, dan denk je van ja. Hoe definieer je hackers? Ja, ik zeg zelf altijd mensen die technologie maken, breken en bespreken. Dat klopt wel een beetje met jouw definitie. Ja, goed. Ja, jullie weten dat allemaal beter dan ik nog. Maar ja, ik vond het wel zeg maar, dat je eigenlijk aan de regels houdt, maar dat je de regels niet zo toepast als dat de bedoeling is. En dat je dan eigenlijk weer iets nieuws ervan maakt. Dat is een klein beetje de definitie die bij mij is blijven hangen. Ja, nou, want in je boek lezen we echt een keur van nou ja, techneuten, activisten, maar ook criminelen, kunstenaars, van alles en nog wat. Wie staan erin? Ik noem ze even op. Barnaby Jack, Tim Jenkins, Jason Scott, Aaron Swartz, Miko Hipona, Sergei Kononanov, R.V. Bukashov, dat zijn de criminelen natuurlijk.
Daniel Andriessen, Herbert Bos, Jeremy Butcher, Barry van Kampen, hier ook al geweest, Mitch Altman, Arjen Kamphuis, Bill Binney, vroeger NSC, Mendel Mobach, misschien dat hij ook in de zaal zit. Ja, Jos Weijers zit hier ook in de zaal, Melanie Riebeck, Dimitri Modderman, Igor Nikolovic, Jenny List, Pavel Zwanor. Dat waren de goede Russen, dus niet alle Russen zijn crimineel, er zijn ook goede Russen bij. Alicia Shevchenko, Shevchenko, dat is de quantum hacker. Kevin Mitnick, Chris Kubeka, Rob Gongrijf, Stephanie Weiner, de Guild of Grimpjold hackers, hier ook vaak op het podium geweest. Hè. Uiteraard Victor Gevers komt uitgebreid aan bod, maar ook Edwin van Andel, Matthijs van Ommeren en Hans van der Looy die hier ook zit. Hè. Ja, Hansie. Die ook bij. En nou, de zaak Kaseya, een groot rapport wat ook net uit is. Een grote hek gaan we het ook over hebben. Met daarin natuurlijk ook DVD'ers als Lennart Oudshoorn, Frank Breedijk die hier zitten. En Wietse Boonstra die waarschijnlijk thuis meeluistert. En hopelijk Victor Gevers ook. Hey, ik dreun even die lijst op, zodat mensen zien dat je niet uit je duim gezogen hebt. Maar je hebt al die mensen gesproken. Als je nou een favoriet uitkiest, dat je zegt van nou, dat was nou een hacker die vond ik echt interessant, of dat was voor mij een eye-opener, of... Wie zit hier in de zaal? Mendel zit in de zaal, Mendel Mobach, Jos Weijers. Ja, die... Ja, dat vond ik heel leuk om die te ontmoeten. Dat vond ik wel zo'n soort van hackers, dat ik van tevoren niet had bedacht, zeg maar. Maar nou, even kijken, ja, en ja, Victor natuurlijk ook, hè? Ja. Victor Gevers, ja. Daar gaan we het zo over hebben. En Mitch Altman had ik ook niet voorzien dat er zo iemand was. Nee. Ja, dat was een beetje zo'n oude hippie die een eigen community had opgericht. Terwijl hij eigenlijk uit de elektronica zat en veel mensen dat wilden leren. Ja, het is waanzinnig. Hij heeft, zeg maar, hij is al weet ik veel tientallen jaren bezig met gemeenschappen samenstellen. En dat is heel vaak helemaal verschrikkelijk fout gegaan. Dat leest zo maar in dat boek. Ja. Maar daar is hij nu nog steeds mee bezig. Van hoe maak je een soort van een chaotische club mensen waarin iedereen eigenlijk welkom zou moeten zijn. Hoe zorg je dat dat goed blijft gaan? Dat is eigenlijk best wel een soort onoplosbaar probleem. Ja. En volgens mij zijn er weinig mensen die er meer vanaf weten dan Mitch Altman. Want waarom valt hij ook onder de definitie hacker voor jou? Ja, dat is een oude elektronica gast. Hij heeft ook allemaal die gekke dingetjes gemaakt. De TV Beacon, ik weet niet of je die kent. Nee. Dat is een soort afstandsbediening waarmee je alle tv's uit kan zetten en zo. Omdat hij haatte tv's op een gegeven moment. Oh, die wil ik voor telefoons hebben. Dat lijkt me wel handig. Kwamen. Het is, ja, dat is wel echt een, ja, dat is wel echt een hacker. Ja. Hey, waar is het ooit begonnen, jouw fascinatie voor hacken? Want je bent geografisch oceanioloog. Fysisch oceanograaf. Heb ik gedaan, fysische oceanografie. Ben ik een promotieonderzoek in begonnen, heb ik niet afgemaakt. Nee. Over. en dan word je uiteindelijk hacker. Nou ja, ik zat me achteraf wel te realiseren, want ik liep wel rond. Weet je, die systeembeheerders op de universiteit toen, dat waren natuurlijk gewoon hackers. Alleen dat had ik helemaal niet zo in de gaten. Maar die waren ook altijd met vage dingetjes bezig en computerspelletjes aan het binnenhalen uit Japan en weet ik veel wat. En iedereen. Maar goed, en inderdaad, weet je, voor het eerst dat je, zeg maar, internet, dat moest ik sowieso vanuit de studie doen. Ik begreep helemaal geen zak van, weet je, IEEE heette dat dan, en met al die snoeren. Ongelooflijk saai, weet je wel. Dus in die tijd was het wel een beetje zo van, ja, die kant kan je beter maar niet omgaan, want dan moet je donkere kleren aan en dan zie je nooit daglicht. En ik zat in Delft, er waren sowieso al bijna geen meisjes, maar dan, zeg maar, als je dan tussen de computers ging zitten, waren er al helemaal geen meisjes meer. Maar dat was een dubbeltje op zijn kant geweest, denk ik, anders was ik ook toen al in die hoek terechtgekomen, ja. Want je bent met je onderzoek in 2015 begonnen. Wat was de aanleiding voor jou? Nou ja, ik was altijd voor de Vrij Nederland schreef ik van die verhalen. Ik was al een beetje op zoek naar spannende verhalen. En toen, volgens mij was het anders. Toen was ik weer een soort nerd aflevering maakte. Nerd 101 heette dat. Mm-hmm. En dan gingen we op zoek naar de mensen die gewoon eigenlijk heel veel, heel goed werk doen. En eigenlijk best wel beroemd zijn in hun omgeving, maar die niemand kent. En zo kwam bijvoorbeeld Jos Weijers of zo op het spoor. Ja. En die bleek dan wereldkampioen impressioning, lockpicking te zijn en dat soort dingen. Dus ik kwam allemaal figuren tegen dat ik dacht van heb ik echt een wat zijn dat nou voor gasten, joh? Weet je wel. En tegelijkertijd ging ik ook een beetje googlen, ging ik van die Defcon filmpjes kijken, weet je wel. Ja. En die Barnaby Jack die dan gewoon een geldautomaat ging lopen hacken. En toen viel bij mij een soort kwartje, want ik dacht dat het allemaal een beetje overdreven was. Dat zie je wel in Hollywood films, maar ik denk van ja, dat kan natuurlijk helemaal niet echt. Dat is iets wat je in de fantasie van een of andere scriptschrijver zit. Maar dat is natuurlijk veel te goed beveiligd. Maar goed, dan ga je kijken en dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. Ja.
En dan denk je, krijg ik nou wat? En dan kom je bij die gekke Russische bankrovers. Ik denk rond 2012, 2013 had je van die gasten die zo'n beetje, weet ik veel, tientallen banken gewoon leegveegden, weet je wel. En dan bleven ze al net onder de 10 miljoen dollar. Ja. Omdat het tot die tijd, tot dat bedrag was het dan verzekerd. En er kwamen nog sommigen ermee weg ook, volgens mij. Dus ik dacht van zo, dat is, het leek een beetje de grote bankrover, weet je wel. Van een beetje Wilde Westen, van nu. En ik dacht van, dat is misschien wel leuk om daar eens over te schrijven. En dan kom ik van het een... Ja, want dat zijn de criminele hackers, die natuurlijk ook wel tot de verbeelding spreken. Maar ja, je hebt ook veel, zal maar zeggen, helpende hackers gevonden. Dat ging niet zo makkelijk, begrepen. Je ging naar hackerspaces en toen dachten ze, journalist. Ja, goed, ik kwam zo van, ik wil stoere bankroofverhalen. Ja, dan ben je natuurlijk bij die hackers in hackerspaces bij helemaal het verkeerde adres. Maar CSI Cyber kijken, doe je. Dus die keken me een beetje glazig aan. Zo van, ga snel weg weer, joh, weet je wel. En ik kan me ook herinneren, voor de kennis van nu, dat is een tv-programma, heb ik ook een tijdje in de redactie gezeten, een halfjaartje of zo. En toen denk ik, weet je wat, ga een aflevering over hackers doen. En toen ben ik bij Hack 42 terechtgekomen. Maar toen was, weet je wel, hadden ze een script gemaakt en dit en dat, maar dat was uitgelekt. Ik weet niet hoe men dat gedaan heeft. Je bent uiteraard gehackt. Ja, ik had hem zelf gebeeld, zegt hij. Kan heel goed hoor, trouwens. Maar toen viel die aflevering een beetje in het water, want ze wilden niet meer meewerken. Toen moesten ze heel snel gaan schakelen. Maar goed, toen was wel mijn interesse een beetje gewekt. De Hack 42, ik weet niet of je toen wel eens geweest bent in die tijd. Ja, het is een soort computermuseum. Grote... Dat als je daar binnenkomt, Zie je meteen van welke generatie je bent. Ik bleef hangen bij de TI-99 4A. Ja, ik vond echt dat je zo'n wit gebouw in de bossen, met van die gekke gasten die alles weten over cryptografie en computers. Ja. Nou, dat vond ik wel interessant. Maar in het begin liep je ook toch ook wel tegen wat weerstand aan. Dan denk je, journalist. Hoe heb je uiteindelijk toch het vertrouwen gewonnen van deze hackers om een verhaal te schrijven? Allereerst zie ik mezelf ook niet echt als journalist ook maar een... Maar goed, er zitten veel hackers ook. Zeg ook, wat nou hacker? Ik wil spannende verhalen schrijven. Maar goed, dat vond ik ook wel grappig om te merken. Want hackers wisten veel meer van journalistieke ethiek dan ik bijvoorbeeld. Dus dan moest ik even een beetje, die kennen alle regels. Dus dan moest ik even weer een beetje gaan fine-tunen wat ik zelf eigenlijk allemaal deed. Ja. En het was buitengewoon interessant, vond ik dat. Maar goed, ik ben lid geworden van Random Data bijvoorbeeld. Ja goed. Ik zit in Utrecht. En dan ga je een beetje, kijk, toen ontdekken, als je zelf een beetje zit te pielen met dingen en je vraagt van... hoe zit dat nou? Kom er niet uit. Ja, dan zijn ze natuurlijk hartstikke aardig. Want dan was het advies op een gegeven moment. Ga gewoon een projectje doen. Ja, precies. Dat zeggen ze dan. Hè, van, je moet gewoon een projectje gaan doen. Ja, heb je zelf een beetje leren hacken? Welke hacktechnieken ben je inmiddels? Ja, goed. Ik heb natuurkunde gestudeerd en zo. Dan moesten we ook wel eens, dus ik heb ook wel wat geprogrammeerd, wat dingetjes gedaan. Maar goed, dan kreeg ik inderdaad die ESP-dingen. Die ken ik helemaal niet. En dan ging ik dan een beetje met pielen. Ja, lampje die uit en aan gaat. En nou ja, goed. Weet je wel, je kent het wel. En dan weer iets ingewikkeldere dingen. En ik heb wel zo'n dingetje dat je de helikopters boven je huis kan zien vliegen. Die kan je maken. En een fijnstofmeter, een hele rommel. Gaat er ook allemaal weer kapot na een paar maanden. En dan heb ik geen zin om het weer te repareren. Maar ik ben met al die dingen wel bezig geweest. Ja, weet je, antennetjes en die radiofrequenties kijken. Zo. Je wordt echt een beetje dat je omgeving een beetje raar naar je gaat kijken, zeg maar, weet je wel. Oké. Daar bij Hack 42 sprak je ook twee, mag wel zeggen, heel bijzondere mensen. Arjan Kamphuis en Bill Binney. Eigenlijk twee totale uitersten. Arjan Kamphuis is nog steeds vermist. Echt een activist, klokkenluider, zeg maar. Bill Binney, de ex-CTO van de NSA. Ja, dat kan ik me voorstellen dat het een heel raar gesprek was met die twee. Nou ja, dat was de eerste keer dat ik bij Hack 42 was. Toen had ik afgesproken met Arjan Kamphuis. En... toen zat ineens een gast in een rolstoel daar, weet je wel. Dat blijkt dan inderdaad ineens een of andere grote ex-baas van de NSA. En die, ik had het allemaal opgenomen en die zat te vertellen. Trouwens, Arjen Kamphuis die weet dan nog meer van de NSA dan die Bill Binney, weet je wel. Dus die zat... Zo hoort het ook. Maar goed, er gaan wel ineens dat je denkt, hoor je allemaal dingen. Dat je denkt van, laat maar. Later heb ik dat bandje nog eens terug zitten luisteren. Dan denk je, dan ga je een beetje googlen. En dat kun je beter niet doen, zou ik maar zeggen. Kom je ook enge shit tegen. Dan word je wel voor het weten, word je zo'n complotgekkie. Ja. Nou, dat is wel een punt. Het is ook een persoonlijke zoektocht. Hè. Het is niet dat je gewoon sec die mensen beschrijft. Van nou, hier hebben we die doet dat. Maar ook gewoon jouw eigen ontwikkeling daarbinnen. En zeker bij wat we wel klokkenluiders kunnen noemen. Dat jij ook als journalist dingen naar buiten brengt. En dat jij ook betwijfeld werd. Op een gegeven moment werd het best een beetje lastig. Hè? Nou ja, ik denk wel, je hebt zeg maar een soort van
ja, de waarheid zoals je hem zelf ervaart en een soort journalistieke waarheid. En de waarheid die sommige mensen graag willen dat je mensen zien als de waarheid. Dat loopt soms een klein beetje uit elkaar. Ja. Ja. Ja, en dat is wel, in dit geval ging dat op een gegeven moment wel, ook doordat er met Victor Gevers, die zat ineens in de Twitter-account van Donald Trump. Ja. En toen ging ook allemaal een beetje hele rare dingetjes spelen, waarbij je ook zelf niet meer weet van, is het nou echt heel erg raar of maak ik iets groter dan het eigenlijk is? Ja. En dat is een beetje, dus hier op een gegeven moment de ene dag denk je, oh fuck, volgens mij zitten de NSA en de CIA en de AIVD achter me aan. En de volgende dag denk je, joh, stel je niet zo aan, weet je wel. Dus, ja, maar goed, dan ga je ineens denken en er gebeuren gewoon gekke dingen op Twitter. Mensen waarvan je het niet verwacht, die hele gekke dingen gaan zeggen. Ja. En dan ga je proberen in je hoofd proberen een puzzel van te maken. Dan moet je hem wel goed leggen. En als je dan die verhalen van Arjen Kamphuis en Bill Binney ook nog erbij hoort, dan op een gegeven moment ga je wel eens denken, oh jezus. Ja. Is het allemaal een beetje anders dan ik dacht. Dus dan moet je even goed uitzoeken. Zeg maar. Ja, want voor de mensen die het gemist hebben, de Grumpy Old Hackers, de Victor, Matthijs, Edwin en Hans die hier ook zitten, die hadden dus in 2017 een datadump gevonden met heel veel e-mailadressen gebruikersnamen. Nou, daar zat dus een e-mailadres van Donald Trump bij, met het wachtwoord You're Fired. Toen kwamen ze dus achter dat de goede man weliswaar over een ander e-mailadres gebruikt, maar overal hetzelfde wachtwoord. Nou, zo kwamen ze dus de eerste keer in het Twitter-account. Hebben ze toen niks mee gedaan, wel netjes gemeld. Nou, er werd een soort van genegeerd. Victor heeft toen geloof ik nog wel een mailtje gestuurd van, ja, meneer Trump, u zou eigenlijk een beter wachtwoord moeten doen. Bijvoorbeeld, make America great again 2020 uitroepteken. Dan moet je dat natuurlijk niet doen. Maar ja, zo'n Victor, die dacht van, goh, stel nou dat. Dus die probeerde het een en ander. En uiteindelijk, kijk, nou is Donald Trump natuurlijk niet zo geletterd. Dus die hele lange zin werd MAGA 2020 uitroepteken. En jawel, je zat erin. Maar dan moet je dat dus aantonen zonder al te veel schade te doen. Dan ben je eigenlijk een soort klokkenluider. Dat je zegt, van ja, zo'n account die eigenlijk gewoon de knop is van een nucleaire bom, moet met 2-factor-authenticatie beveiligd worden, noem maar op. Weer melden. Nou, werd weer genegeerd. Dumpty zei zelfs nog tegen de media van, als je dat wil hacken, dan moet je op zijn minst 70% van het wachtwoord hebben en een IQ van 159. Dus op Twitter verscheen, hey Victor, je hebt een IQ van 159, vet. Of zoiets, weet je. Dus het werd ontkend. En nou, toen hebben jullie op een gegeven moment gezegd van, nou, nu gaan we naar buiten. We gaan het via Vrij Nederland releasen. Nou, het was een beetje anders. Zeg maar, die eerste keer werd het in twijfel getrokken. En met name Victor, die was daar erg, die vond het heel vervelend. Weet je, ook natuurlijk vanwege zijn reputatie en dat. Dus de tweede keer toen hij erin zat, toen dacht hij, weet je wat, ik doe iets waardoor het duidelijk is van, dat ik echt binnen ben geweest. Maar dat ging niet helemaal zoals hij dat gepland had. En toen werd het best wel een beetje griezelig. En toen hebben we samen met andere grumpy hackers, Matthijs en Edwin, die overigens toen meteen een grote stap achteruit zetten en uit beeld verdwenen. Maar wel, het was wel het idee van, weet je wat, we gaan Victor Gevers nou zo groot mogelijk in het nieuws. We gaan dit verhaal zo groot mogelijk in het nieuws brengen. Dan wordt Victor in ieder geval niet geruisloos van de straat afgeplukt. Dat was zeg maar de masterplan. Dus het was, met journalistiek had helemaal niets meer te maken vanaf dat moment. Dat was echt zo, oh fuck, ik voelde me ook verantwoordelijk. Want ik had dat eerste stuk geschreven. Natuurlijk stoer, een mooi verhaal, dit en dat. En als ik dat nou niet geschreven had, dan was dat ook niet dit gebeurd waarschijnlijk. Ja, dus maar die clown die leeft van wraak. Dus die wil je ook niet. Nee, maar daar schrok ik ook van. Dus als je, dus de mensen daar dan, weet je, ja, je merkt in die hackers scene hoe mensen bang zijn voor waar Trump toe in staat zou zijn. Ja, die werken natuurlijk ook met bedrijven, met hackers en dat soort dingen waarschijnlijk. Ik weet niet precies waar ze bang voor zijn, maar die angst die sloeg ook bij mij wel een beetje over, moet ik zeggen. Ja, over je schouder kijken. Maar ja, goed. Je weet eigenlijk niet wat je kan verwachten. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, toch? Nog wel, hè. Ze zeggen, wraak moet je koud serveren, dus. Ja. Oké. Tot slot, de oorlog. We zijn in oorlog, of tenminste, ze zijn in oorlog, of wij eraan meedoen is nog maar even de vraag. Maar wat ik wel interessant vond is, jij bent in Rusland geweest ook voor je onderzoek, bij een hackerspace met de naam Neuron. En daar ligt ook jouw boek. Dat was natuurlijk voordat de oorlog begon, maar dat je daar bent geweest, in een hackerspace in Moskou, dat spreekt wel tot de verbeelding. Kun je beschrijven wat je daar zag? Ja, hetzelfde als een hackerspace jaarlijk. Hè. Een 3D-printer, een oscilloscoop, gereedschap. Je kent het wel. Hetzelfde figuur. Ja. Het is wel iets meer dan, weet je, zoals dan zeg maar hier misschien hackers zien, zeker in Duitsland, misschien af en toe een beetje knipoogt naar het oosten.
knipogen zijn dan weer meer naar het westen. Weet je. Ze willen dan wel eens eigenlijk een soort Amerikaans-achtige start-up beginnen met een of ander geintje. Maar voor de rest is het exact hetzelfde eigenlijk. Hetzelfde soort jongens en meisjes. Ja, want en alles ertussenin. Ja, vooral dat ook natuurlijk. Ze hadden hun eigen telefoonsysteem gemaakt en ze hadden ook Flipper Zero gemaakt, wat hier tijdens de avondvierdaagse is gebruikt. Dan zie je toch dat het wel dat uit Rusland ook heel veel helpende hackers komen. Wat was dat voor iets? Nee, ze maakten een soort telefoondingen dat je gewoon zeg maar zelf modulair je eigen telefoonsysteempje kon bouwen. In Mexico of zo, weet je, als je daar in de bergen zat, dat je dan gewoon je mobiele telefoonsysteem kon bouwen. En toen in de tijd, ik weet niet wanneer het was, maar ik weet niet of 10 jaar geleden, of misschien wel langer geleden, was het bij de vierdaagse helemaal misgegaan. Het was heel warm, er zijn een paar mensen door de hitte overmand en weet ik veel wat. En toen viel natuurlijk ook het gsm-systeem uit. Te veel mobiel. Te veel. En toen hadden zij een soort backup-systeem gebouwd. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ja. Maar heb jij nog contact met ze nu? Ik heb een boek gestuurd en dat is ook aangekomen. En er kwam dus op Telegram zag ik op een gegeven moment mijn boek langskomen met allemaal en dingen die Russische hackers erover zeiden, was natuurlijk wel grappig, tenminste. Ja. Thank you, comrade. We now know how to hack the money machines. Dat is wel een leuk idee gebracht. Hey, we gaan het straks hebben over de oorlog. Even kort en hard. De fysieke oorlog heeft ook een cybercomponent. Niet alleen DDoS'en, maar ook wiperware, dat soort dingen die de Russen niet alleen in Oekraïne, maar ook naar andere landen gooien. Wat is jouw standpunt? Moeten wij als Nederland of als NAVO of als Europa ook actief, offensief mee gaan doen met de oorlog? Nou, ik ben zelf niet zo'n heel erg oorlog. Zeg maar, ik heb altijd heel erg geprobeerd om daar ver weg van te blijven. Een cyberpacifist. Nou ja, ik weet niet of dat misschien iemand, ja, gewoon. Ik weet niet dat je maar ik vind de oorlogsretoriek vind ik altijd wel een beetje naar en vervelend. Ja. Maar goed, ik kan me wel op situaties voorstellen dat je denkt van, nou ja, hier kunnen we misschien wel wat mensenlevens mee redden. Laten we dat maar doen. Oké. Okay. Dus kijk, als je daar twijfelend ja. Als je mensen daar weg kan krijgen of als je, maar goed, zo meer maar van, wij zijn het Westen en we moeten vechten tegen de Russen en we moeten alles wat we hebben inzetten, want anders spreken we over 10 jaar Russisch of zo. Dat gevoel, daar ga ik liever niet te veel in mee, laat het zo zeggen. Nee, maar we mogen wel de Oekraïners een beetje helpen. Nou ja, zo iedereen die je daar, volgens mij al die, dat weet je wel, dat zijn die Russen ook jongens van 20, weet je wel. Dus mijn kinderen zijn 22 en 21, de oudste twee zoons. Ja. Dus ik, in principe wil ik die Russische jongens ook wel weg hebben daar. Oké, ja. Helder. Goed. Tenminste, maar dan levend. Ja, inderdaad. Ja. Als mensen het boek willen hebben, staat hij op Bol? Of, Hij staat op Bol. Ja, oké, hartstikke mooi. Nou, lieve mensen, ik zou zeggen, lees het. Ik vind het goed geschreven. Het is ook vanuit je persoonlijke ervaring geschreven. Lees lekker weg en het geeft je een mooi inzicht. Ja, in vooral de diversiteit van hackers. Kan ik het zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. Ja, zeker. Ja. Hartelijk dank. Gerard Jansen. Nog even een paar huishoudelijke mededelingen voor de mensen die nieuw zijn. Wat we steeds doen is een item. En dan gaat de band weer even spelen. Dan kunnen jullie even je social media checken. Iets roepen op Vimeo of een drankje halen. Drankje halen kan er natuurlijk ook tussendoor. Even voor de DVD's en de gastsprekers. Jullie hebben het felbegeerde bandje als het goed is van Astrid gekregen. En dan kun je gratis helemaal klemzuipen. Ja, oké, dus doe dat vooral. Voor de mensen thuis en hier, zet vooral ook je bevindingen op Twitter met de hashtag #HackTalk20. En dan reageert daar misschien wel iemand op. Hierna gaan we verder met Tom Wolters en Ralf Hoorn over een aantal DIVD-onderzoekers. Maar eerst even een stukje muziek van Bruno Philip. Thank you.
Nou, voor de mensen thuis, dus de bar wordt hier gededost. En ook al had ik gezegd van, je kan tijdens het praatje kun je drankje halen. Gaat iedereen dat nu trouw tegelijkertijd doen. En dan zie je ook een beetje de groeipijnen van het weer fysiek zijn. Want ineens 120 mensen aan de bar. Dat kan natuurlijk niet. Dus voor de mensen daar, je kan in de rij blijven staan. Dan gaan wij gewoon verder hier. Je kan ook gaan zitten en straks even je drankje halen. Je zoekt het maar uit, maar wij gaan door. En wel met het volgende onderwerp. Nou, het is dus... Hey, kunnen we ook even een beetje stil zijn daarachterin? Jo. Goed. Bij Hektok willen we dus vooral ook laten zien wat voor onderzoeken DIVD doet. Dus wij scannen het hele internet. Meestal op één bepaalde kwetsbaarheid. Die of al kennen, die iedereen al kent, maar mensen niet gepatcht hebben. Soms ook kwetsbaarheden die we zelf gevonden hebben. Maar nu hebben we toch al een andere lijn van onderzoek uitgezet. Namelijk bepaalde doelgroep op heel veel kwetsbaarheden scannen. En daarover gaan we praten met Tom Wolters en Ralf Hoorn. Ja. Nou, ze zitten nu allebei een klein jaartje mee. Ralf is in het dagelijks leven, werkt hij bij het CERT van Noordwave. Dus je krijgt de meest gruwelijke ellende krijg je daar binnen en dan moeten jullie dat analyseren en snel in actie komen om gehackte bedrijven weer te helpen. Bij DVD zit hij bij het CERT. Dat staat dus voor Computer Security Incident Response Team. Oftewel van waaruit de meldingen dan verstuurd worden. En dan ben je ook teamlead level 1. Dus als nieuwe mensen binnenkomen, dan komen ze eerst op 0 binnen. Dan moet je een zootje cursussen doen. Dan ga je door naar level 1 en dat groepje dat bestuur jij dan een beetje. Die hou je een beetje bij elkaar. Een beetje begeleiden, zodat ze er goed in komen. En je bent van oorsprong data scientist. Ja. Ja, cool. Tom Wolters, ja, die was bij de vorige hacktalk al natuurlijk hier. Die kwam toen binnen bij DVD, omdat hij een gruwelijke database had met gelekte credentials. Nou, als je dat wil terugzien, dan kunt u dat op Vimeo terugkijken. Of op YouTube. En nu is hij ook hier, omdat een groot onderzoek gestart bent. Hij heeft dit item niet gezien. Hij werkt bij Purasec. De prachtige jobtitel, hacker. Vroeg me af wat je me op mijn LinkedIn zat te kijken vanmiddag. Russen. Ja, inderdaad. Dat hou je natuurlijk in de gaten wie op jouw LinkedIn zit te kijken. Natuurlijk vooral Russen, maar dit was legit. En bij DVD is hij dan teamlead level 2 bij research. Dus bij research geldt hetzelfde. Hè. Je komt op 0 binnen, dan moet je een beetje certificaten doen, moet je een onderzoek draaien. En als je dat goed gedaan hebt, dan mag je door naar level 2. Die mensen hou je een beetje bij elkaar en dat soort dingen. En boven jullie staat dan Lennart. En Victor om dat allemaal te regelen. Nou, het is een stukje bestuurskunde van de koude grond. Maar in ieder geval jullie plek in de organisatie te bepalen. We gaan met jou straks praten over de meldingen. He, dus je stuurt een hoop berichten uit. Wat krijg je dan terug? Maar we beginnen met jou, Tom. Met onderzoek Global Charities. Dat gaat dus over goede doelen wereldwijd. Die dus op verschillende manieren gescand worden. Wat was de aanleiding voor dat onderzoek? Ja. Eigenlijk kwamen er een aantal dingen kwamen er wel samen, moet ik zeggen. Het was zo'n 5 weken geleden, geloof ik. Nou, rond 20 februari, zo'n beetje. Er was heel veel rumoer. Uiteraard was er in Rusland en Oekraïne, eerlijk gezegd. En er waren wat nare voorvallen gebeurd rondom het Rode Kruis. Die hadden een aantal lekken meegemaakt. En er kwamen een aantal dingen samen. Dat enerzijds was daar veel rumoer en alles wat er speelde in Oekraïne. Dacht ik, ja, ik wil bijdragen, ik wil iets doen. En ik zit hier in mijn warme kamertje, voel me een beetje nutteloos. En ik dacht, er moet toch iets zijn wat ik kan gaan doen. Nou, in het licht ook van misschien het onderwerp van straks, dacht ik, kan ik daar niet iets gaan doen? Je zag heel veel voorbij komen. Ga de Russen hacken. Ga de Russen hacken natuurlijk. Die gedachte gaat, die passeert je. En dan denk je, ja, is dat verstandig of niet? Nee. Persoonlijk tot de conclusie gekomen, lijkt me niet heel handig om nu in mijn eentje vanaf mijn zolderkamer de Russen te gaan scannen. En te gaan lastigvallen. Maar wat kan ik wel doen? En dat is, ik zit natuurlijk bij een hele gave club. En daarin helpen wij bedrijven en eigenlijk de hele wereld helpen wij om veiliger te worden. Door kwetsbaarheden te melden. Waarom gaan we niet
keihard op een gevoelige club met mensen, en dat zijn goede doelen, die zich weer inzetten voor mensen die nu in nood zitten. Waarom helpen wij hen niet een handje door bij hen juist nu, de mensen die zo hard aan het helpen zijn, waarom helpen we hen niet om, ja. om ze te helpen met de digitale kwetsbaarheden? Dus ik dacht, ja, een gevoelige groep die wij kunnen helpen. Een hulporganisatie die hulporganisaties helpt, dat is natuurlijk mooi. Ja. Alleen, hoe bepaal je dan wie die hulporganisaties zijn? Want dat zijn er nogal wat. Ik heb bijvoorbeeld een organisatie als het internationaal promoten van het Russisch nationalisme. Dat lijkt me, ja, het is formeel is dat een hulpdienst, maar, maar je moet ergens een lijstje vandaan halen. Wie zijn dan de hulporganisaties? En vervolgens, waar ga je dan op scannen? Ja. Ja, dat is natuurlijk als een echte hacker superlui, dus gewoon googlen goede doelen. Okay. En kwam een site. Al muziek van het goede doel. Dan kwam een overzichtssite, kwam er met, ik geloof dat het was Global Charities. Dan kwam een site met allerlei goede doelen websites. En ik denk, oh, dit is ook makkelijk om voor mij niet over te schrijven, maar om te parsen, om het te scrapen. Dus ik had in Go een scrapertje gebouwd die al die goede doelen websites verzamelde. En vervolgens was dat eigenlijk de eerste echte lijstje waar we mee aan de slag wilden gaan om die te scannen en te informeren. Alleen toen was er al best wel snel in de chat van, ja, hallo, we kunnen ook global kijken, we kunnen groter kijken. Dus waarom kijken we alleen naar Nederland? Toen dacht ik, ja, inderdaad, waarom kijken we alleen naar Nederland? En zo kwam iemand met een lijst, Max kan het ook zijn geweest. Ja. Er kwam iemand met een lijst, die zei van, joh, hier staan er wereldwijd nog veel meer goede doelen op. Maar dat was globalcharities.com, geloof ik, hè? Kan wel, ja. En waarom kijken we niet alleen naar goede doelen, maar ook stichtingen? Dus toen hebben we echt goede doelen en stichtingen gepakt. En dat is uiteindelijk een lijst geworden van 35.000 domeinen. En die zijn we toen gaan scannen. En waarop dan? Want je kan niet zomaar dingen gaan hacken. Nee. Je kan ook niet meer flauwe kwetsbaarheden aankomen. Je moet een soort selectie maken van wat is relevant. Zeg maar. Ja, er zijn gelukkig tegenwoordig best wel veel templating tools die je kunt inzetten om geautomatiseerd te scannen. Want het is niet effectief om 35.000 sites één voor één te gaan bekijken op kwetsbaarheden. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb ik een templating tool ingezet, Nuclei. En die heeft ontzettend veel. Nou, die heeft een format. Één template is een format. En die heeft een format die dan op die website afvuurt en kijkt, zit deze kwetsbaarheid in die site? En uiteindelijk heb ik besloten toen om alleen te scannen op kritische fouten. Gemiddelde fouten en een hoge fout, zeg maar. Dus hogere kwetsbaarheden. Ja, dus niet een paar voorbeelden van ja, precies. Dus niet van, joh, ik vind hier een admin panel. Maar echt, zijn er wachtwoorden zichtbaar? Zijn er SQL-injecties te benutten? Zijn er databases waar je uiteindelijk bij kan? Zijn er hele, Git-repo's waar je gewoon bij kan? Kan je bij de broncode, zeg maar. Dus echt wel de heftigere kwetsbaarheden hebben we toen uiteindelijk opgescand. Je deed ook mee aan dit onderzoek, toch? Ja. Waar haakt hij aan? Wat vond je er zelf van? Ik weet eigenlijk niet waar ik ben aangehaakt. Ik denk ergens aan het begin, maar doen ergens halverwege. Mm-hmm. Wat ik zelf heel erg leuk hiervan is dat je zeg maar alle data van het internet combineert. En dat je dan plotseling globaal gaat kijken. Dus Tom was al op eigen houtje heel erg bezig met Nederland. En dat werd toen ergens een keer globaal. En dan ga je een keer scrapen en dan ga je dan een keer verwerken en dan eigenlijk ook het voor iedereen doen, zeg maar. En dan neutraal. Gewoon ook de omvang daarvan. Hè? Dan komt ook een beetje de data scientist in jou boven. Een tering veel data heen en weer pompen. 35.000 sites, die werden getest op 1200 verschillende kwetsbaarheden. Ja. Er rolt dan wat uit. 3000 waren kwetsbaar, waarvan 100 hoog. Hè? Dat is wat jij zei inderdaad. SQL injections, remote code executions, loss credentials. Dus eigenlijk waarmee je de site kan overnemen. Ja. Die krijgen dan een melding. Ja, dus aan het begin, toen ik met die kleine set bezig was, toen kwamen er kritische dingen uit. Dacht ik, en het waren ook echt wel heftigere, bekendere goede doelen. En er waren er een paar waarvan ik dacht, ja, dit is zo heftig, die ben ik gaan bellen. Okay. Want die sturen een mailtje en die reageren niet. En ik denk, ja... Hoi, met Tom, je bent lek. Ja. Ja, ik heb je een mail gestuurd. Hoe is het? Ja, er stond een rare link in. Ik heb er niet naar gekeken. Ik zei, nee, snap ik. We hebben net een awarenesscampagne gehad. Die zei, je moet niet op rare mailtjes. Ga je mij allemaal linkjes zitten sturen, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk had ik het weggegooid. Maar nu ik je spreek, oké. Ik zal er naar laten kijken. Dus een aantal heb ik gebeld, want dat vond ik zo dermate heftig. Dat snel opgelost moet worden. Ja.
Uiteindelijk dacht ik, ja, uiteraard weer niet te doen, niet op schaal dit. Dus in Engels een template gemaakt van een mailtemplate. Met dan één vakje over dat een beetje gericht is op, op de kwetsbaarheid zelf. Ja. Dus was gewoon één mailtemplate. En dan hoopte ik dat ik daar wat in een toch wel al die kwetsbaarheden langs, al die kwetsbaarheden valideren. Want sommige gemiddelde kwetsbaarheden die zeggen, dit is een PHP-foutje, dat valt wel mee. En dan ga je naar kijken en dan staat er in die PHP-fout het wachtwoord van de database. Dan denk je, oh, dat is toch wel wat heftiger. En soms staan er kritische fouten en dan ga je kijken en dan was het een false positive. Gelukkig viel dat wel mee. Was iets van 90% wel gewoon echt positief, positief, zeg maar. Niet in coronatermen. Maar desalniettemin was heftig. Dus we hebben templates gemaakt en we zijn gaan mailen als een malle. En hopen dat het opgelost en opgepakt werd. Ja, is best een hoop werk geweest ook, ja. Ja, want ik weet, er zitten een aantal zogenaamde Trusted Information Sharing Partners van DVD in de zaal. Die zeiden, goh, we horen al een tijdje niks meer van jullie. Is er niks lek? Nee, we zijn hier mee bezig. Sorry, die kop nog. Maar vooral ook het handwerk. Hè? Want normaal, als wij meldingen uitsturen, dan is het gewoon, we nemen de URL, abuse ad, security ad en info ad. En dan maar gewoon mailen totdat er wat gebeurt, toch? De echt één op één contact, dat doen we normaal niet zo vaak vanuit C-soort, of toch ook wel? Nee, klopt. Maar er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen is het abuse ad, security ad en info ad. Oké, daar komen we straks nog op, een paar reacties op andere onderzoeken. Maar eerst de reacties op dit onderzoek. Je hebt er een paar meegenomen. Eens even kijken hoor. Er was er bijvoorbeeld eentje. Ja, doe er eentje. Dit zijn de cijfers, zal ik maar zeggen. Oh ja, hieronder zien we dus een reactie van iemand. Was dit de eerste reactie of moest je eerst nog een paar keer weer mailen en bellen voordat er wat gebeurde? Dit was al best wel snelle reactie. Was al dus een van de serieuzere kwetsbaarheden, maar die dame die uiteindelijk pikte ze het wel op. En toen dacht ze, het was echt wel even schrikken. En ze geloofde het eerst niet dat ik een legitiem goede bedoeling had, laat ik het zo zeggen. Misschien niet gewend, dat snap ik, als je gebeld wordt met dit soort info. Maar uiteindelijk was dit wel snel opgelost, ja. 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 Ik vond een van de leukere reacties ook nog, omdat dat scannen, dat duurde dagen. Want 35.000 sites en dan keer 12.000 verzoekjes. En dat doe je ook niet, je wil niet gaan DDoS'en. Dus dat gaat nogal geleidelijk. En dan kwam op een gegeven moment een mailtje binnen ook tussendoor van, zo gaat hij lekker aan prikken. Heb je al wat gevonden? Dat was dan van die partij. Ze hadden ons door, inderdaad. Want ja, je scant gelukkig vanaf een herkenbaar IP-adres. Maar zij hadden geen lekken. Dat is misschien ook even interessant om te noemen. Hè? Mensen worden natuurlijk continu gescand door zowel de good guys als de bad guys. Maar wij hebben ons eigen autonomous system met eigen IP-adressen. Dus dan zien mensen ook van, oh, dit IP-adres. En dan kunnen ze opzoeken wie zit daarachter. En dan zien ze dus dat het DVD is. En dan kunnen ze dus ook een reactie teruggeven van, hey, jullie scannen ons. En dan soms is het van, hey, hou er eens mee op. Dat in dit geval. Maar het kan ook juist legitimeren, zo van, oh, dat zijn dus blijkbaar de good guys. Maar overwegend, de reacties? Ja, heel goed. Ik heb eigenlijk, bij dit project helemaal niet, maar eigenlijk nooit negatieve reacties. Of wat zijn jullie aan het doen? Of op Twitter, maar dan moet je dat af en toe gewoon niet lezen. Maar dit is één grote marketing stunt. Nou oké, gelukkig heb ik ook duizenden partijen geholpen met kwetsbaarheden. Maar ik heb vanuit die partijen geen negatieve reacties gehad. Nou, toch nog even een stukje ethiek, want het is natuurlijk ook een soort awareness-campagne. Je laat zien van, hey, jullie hebben kwetsbaarheden. Je wil er ook enige openheid over geven. Je hebt net een aantal kwetsbaarheden genoemd die veel voorkwamen. Waar ben je nog bezig met het opvoeden van deze mensen? En waar geef je eigenlijk net iets te veel weg, zodat kwaadwillenden dat weer zouden kunnen misbruiken? Waar ligt die grens van? Ja, in ieder geval vind ik het belangrijk dat je niet deelt wie welke lekken heeft. Dus welke partijen dus de lekken hebben. Ja, hier is ook de naam weggehaald van de organisatie. Ja. En ook gevraagd, mogen we überhaupt iets delen? En je mag wel dat delen, maar liever niet. Dat ligt soms gevoelig. En er was ook, je krijgt veel LinkedIn-verzoekjes van, oh, gaaf onderzoek, we willen graag spreken over jullie onderzoek. Ja, hoho, we gaan never niet delen vanuit waar we de lekken gevonden hebben. Ja. En dat sowieso wel voor je houden natuurlijk. En sterker nog, de uitkomsten. Stel, ik kom bij een database en dat waren er nogal wat. Of ik kom bij wachtwoorden. We slaan dat ook niet op. Nee. We lezen het niet in. We kijken alleen, kan ik erbij? Ja, oké. Okay. En het zit in het geheugen. Het wordt niet opgeslagen. Er wordt niks mee gedaan verder. Het is alleen een checkje. Ja, kwetsbaar voor dit. Ja. En vervolgens gaan we dat kenbaar maken. Het enige wat gedeeld is, we scannen goede doelen. 35.000 goede doelen. Maar meer dan dat is er niet gedeeld. Dus qua ethiek denk ik dat we aan de goede kant zitten. Ja, ben je het daarmee eens? Ja. Daar ligt wel de grens met wat je naar buiten geeft en wat je juist niet doet. Ja, en waar je ook rekening mee moet houden is dat als wij scannen, wij proberen op zo'n minst mogelijk invasieve manier te scannen.
Dus wij buiten niet per se in kwetsbaarheid uit, maar we proberen te kijken, is iemand ergens kwetsbaar voor? Dat kan al een versienummer zijn, dat kan van alles en nog wat zijn, daar hoef je het niet voor uit te buiten. Ja, dit is inderdaad wel een heel belangrijk punt, een niet-invasieve manier. Hoe doe je dat? Dat je wel weet wat er draait, zonder iets om te donderen, zeg maar. Ja, dat komt eigenlijk ook neer. Dat kan zijn bijvoorbeeld, hè, als je een bepaalde versie van een product hebt, dan heb je bovenaan bijvoorbeeld in de browser, dan heb je de Favico. En nou, dat icoontje, daar kan je een hash van nemen en dan kan je dus kijken van, goh, dat is dit versienummer zou het kunnen zijn. Maar dat kan ook op bepaalde bestanden die er publiekelijk toegankelijk zijn en sommige dan weer niet. En dan kan je dan weer een beeld van vormen van, goh, welke versie is het? En het heeft verder geen invloed op de werking van het systeem. Je kijkt alleen wat draait daar zonder... Ja, het rustig niet. Oké. Okay. Hey, dit was dan één specifiek onderzoek. Nou, bij C-Sort draaien we hoeveel onderzoek inmiddels? Enkele tientallen, geloof ik. 26 of zo, denk ik nu. Zitten we dit jaar? Oké, okay, dit jaar al 26 onderzoeken. De een klein, de ander groot. De ene, nou ja, verschillend. Jij ziet wat daarmee gebeurt. Hè? Dus dan is een onderzoek is geweest. Dan is er een lange lijst met IP-adressen. Nou, op de een of andere manier hebben we dan contactinformatie. En dan vanuit jullie gaat er dan een bulkmail naar al die adressen toe. Kun je ons even meenemen in hoe zoiets gaat, zo'n meldingsproces? Het meldingsproces bij ons begint vaak van, goh, wat leeft er nou achter een IP-adres? En daar zullen we straks ook nog wel op komen van, wat is dit? Welke partij is dit? Welke e-mailadres is geregistreerd bij deze partij? Vervolgens gaan we dus een meldtekst opstellen. Die stellen we ook op zo'n manier op dat die ook door een spamfilter heen komt. En dat het liefst mensen er dus wel zeg maar op durven te klikken. En dat de mail zo ongevaarlijk mogelijk is. Maar wel op een manier dat iets van, goh, hier moet je echt iets mee. Mm-hmm. En dan gaan we dat uitsturen. Ja. En dan gaat het per melding om vele duizenden, begrijp ik. Ja, het kan verschillen. Ik denk zelf het record wat ik denk ik meegemaakt als Global Charities even niet meereken. Is dat iets van 36.000, 37.000 in één case, in een avondje. Want hoe verstuur je 36.000 mails? Eigen mail relay gebruiken. Oké, ja. Maar, want als je, dat was geloof ik iets, meer dan 1.000, dan word je al snel aangemerkt als spam. Dus dat moet je dan in batches doen of zo. Ja. Oké, en daar hebben wij natuurlijk een goede partner voor om dat netjes door te sturen. Ja. Mogen we even noemen, toch? Dat via Bit, dat soort dingen? Ja, als ik het mag noemen, ja, sure, doen we via Bit. Ja, Bit, dankjewel voor de mail. Het is geen spam. Goed. Dan krijg je dus reacties terug. Hè? Dus je stuurt duizenden mails. Nou, je hebt er een paar meegenomen. En het is wel leuk, Pleun, als je er even een paar opzet. Van een, nou, Kelly noemen we haar dan maar even. En die heeft dus een zo'n tekst van ons ontvangen. Van, hey, jij hebt deze site. Blijkbaar ben je lek. Ja. Kun je ons uitleggen wat zo'n reactie is? Wat hier staat? Ik vond deze reactie zelf wel heel erg leuk, want wij scannen het internet af. En omdat wij dat op een zo minst invasieve manier mogelijk doen, betekent dus ook dat wij, omdat wij dus die kwetsbaarheid niet misbruiken, dat we er soms ook wel eens naast zitten. Mm. Dus een heel klein percentage is dat. Maar wat ik het mooie vond aan de mail van Kelly is, die is op een gegeven moment in gesprek gegaan ook met een van onze researchers, Jos van der Vist. Van, goh, hoe zit dat nou? En daar hebben uiteindelijk onze fingerprinting methode daar zo op kunnen aanpassen dat we dat dan ook weer weg kunnen filteren. Dus mensen die geholpen worden, helpen ook weer anderen door te zeggen van, hey, dit, tof wat jullie doen, maar dit klopt er net even niet. Hoe zit dit? En dan kom je er toch achter, want wij weten niet wat er nou draait op dat systeem nou exact. Ja, die feedback is dus ook nodig om de kwaliteit van de scan te verbeteren, de validatie, zoals dat heet. Kelly 2, dan gaat zo'n mail gaat dan een paar keer heen en weer. Dit is Kelly 2, Kelly die in gesprek gaat ermee. En dit is eigenlijk hoe wij hier op reageren. Dus hoe gaan wij hier mee om? En wij zullen altijd alles oppakken van je. En als je een vraag hebt, gooi het alsjeblieft niet de prullenbak in, maar stel de vraag gewoon. En dan beantwoorden we hem wel. Ja, want dat is eigenlijk ook jouw boodschap. Als je zo'n mail krijgt, de een zal denken spam, de ander denkt gaat oplossen. Maar er wordt dus gereageerd als je reageert. Ja. Dat zien we ook bij de volgende melding. Die heet een DVD-melding. En het was wel grappig, daar hadden we dus een paar screenshots van. En ineens was het paniek. Oh shit, de URL staat er nog in. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat je hier dan in een openbare show laat zien van dat IP-adres is kwetsbaar voor dat. Hè. Dus dat was even hands on deck, maar we hebben hem snel weer geblurred. Nou ja,
om eigenlijk hierbij stil te staan. Het concept back bounty. Ik denk dat er voldoende back bounty hunters hier in de zaal zitten. Moet je even uitleggen, een back bounty? Wat bedoelen ze daarmee? Ja, zou ik het zeggen. Mensen die iets vinden wat triviaal is en dan gaan ze zeuren om geld, t-shirts, vul het in, zeg maar. Ja. Laat ik het aardig houden. Ja. Veel gaan mensen ervan uit als jij gewoon zo'n mail stuurt van, goh, jij wil uiteindelijk iets van mij. Ja. Jij wil geld van mij. Waarom zou je het anders doen? Ja, en dat is niet waar wij het voor doen. En dat is ook wel het mooie, dat mensen dat ook wel inzien in deze mail van, hè? Oh, het klopt dus wel wat jullie doen, zeg maar. Jullie hoeven niet per se geld. Laat ik hier een reactie op. Het is ook wel eens andersom. Dat is ook wel gaaf. Dat we de reactie krijgen, ik vind het zo tof wat jullie doen, mag ik doneren? Kan ik ergens doneren? Ja, klopt. Die hebben we ook wel. Dat is ook wel cool. En dan zeg je nee, dank je, of die stuur door naar de sponsorpagina? Naar de okay. sponsorpagina. Mooi. Ja. Eigen bankrekening. Een open tikkie. Doe maar wat bitcoins. Dank je wel. Nee, maar het gebeurt wel vaak natuurlijk. Hè. Iedereen die een pagina heeft van hier kun je kwetsbaarheden kwijt, dan komen ze met iets triviaals en volgens gaan ze om geld zeuren of diensten verkopen. En ja, dat mag eigenlijk niet. Hè. Dan ben je een vorm van afdreiging. Terwijl in dit geval is het gewoon goed bedoeld en het is lastig om daar tussendoor te komen. Nou, we willen nog één voorbeeld van hoe het dan niet moet. Dan hadden we nog een reactie. Ja, inderdaad. Wat gaat hier mis? Nou, het wordt dusdanig moeilijk gemaakt vanuit sommige partijen om iets te melden. Hè. Je hebt het concept Bulletproof Hosters, maar ook partijen die gewoon weigeren te reageren. En daar zitten ook best wel schokkend grote partijen tussen, die niet per naam noemen. Maar bij ons is alles veilig. Nou ja, deels, maar men reageert gewoon niet. Of het wordt onmogelijk gemaakt om een melding te doen. Je moet door zoveel hoepels gaan springen om het juiste te doen. Ja. En dat vind ik soms ook best wel jammer, zeg maar. Van maak het minder hoepels, alsjeblieft. Okay. Want vanuit de ontvangende partijen, stel, we kijken, mensen zitten hier, die hebben een organisatie, die denken, ja, het is eigenlijk wel handig dat ik gratis gescand word. Hoe kunnen ze daar beter voor openstaan? Hoe kunnen zij eigenlijk ons helpen, hun te helpen? Een paar dingen. Ik zou zelf wat aanraden iets van een security TXT neerzetten. Maakt het een heel stuk makkelijker voor ons. Want wij kijken in de Whois database heel vaak, goh, naar wat kan ik te mailen? En dan komen we op een abuse ad adres, een security ad adres. Maar dat gaat soms ook naar de hoster toe. En die doet er soms niet altijd iets mee. Maar als jij zelf op jouw website een dedicated contact hebt met waar kan ik jou bereiken, wat is jouw beleid. Hè, je maakt het voor ons makkelijk. Laat ons jou helpen. Ja. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, de alternatief is dat we mailen naar info@ en dan gaat het naar een klantenservice. En dan gebeurt er niet altijd wat mee. Ja. Hier hebben we een voorbeeldje van zo'n security.txt. Is dit een beetje representatief? Dit is hoe je het moet doen? Ja, dat is... Dit is een voorbeeldje inderdaad en zo zou je hem ook zeker kunnen doen. En het kan ook makkelijker, hè? Dus je kan ook gewoon alleen je security beleid zou je erop kunnen zetten. Dus nog eens een mail erop. Maar als je eerst op een website moet gaan kijken, hè, in het geval van Tom, hè, je hebt het over dusdanig veel goede doelen. Dan moet je voor elk van die websites, als ze dat überhaupt al hebben, een responsible disclosure beleid, moet je gaan zoeken waar staat dat. En hè, als je dit kan crawlen, als je dit kan parsen, dan kan je het dus automatisch eruit halen van wat mag wel, wat mag niet. Dat helpt ons enorm. En hoe simpel is het? Hè? Gewoon zo'n tekstje op de pagina erbij doen. SecurityTXT.org en dan vul je hem in en dan is hij zo voor je gegenereerd. En dan kan je hem op je website zetten of op je DNS kan je hem neerzetten en dan ben je beter. Doe dat. Gratis advies. Het betekent overigens niet dat je daardoor geen securitybedrijf hoeft in te huren. Wij kijken gewoon op één specifieke kwetsbaarheid. Je hebt altijd nog je dienstverleners nodig die eigenlijk het hele aanvalsoppervlak bedienen. Dus het een vangt niet het ander, maar hiermee maak je het jezelf en vooral ook ons een stuk makkelijker. Hey, wat ik zelf ook wel een interessante vraag vind, dat geldt voor jullie allebei. Je hebt overdag, ze hebben je een topbaan, hè? Jij als hacker, jij als cert-afhandelaar. En dan ga je s'avonds in je eigen tijd en in het weekend en af en toe tussendoor dat ook nog eens een keertje doen. Ja. Waarom? Ja, enerzijds omdat het super gaaf is, hartstikke mooi werk is, maar je kan ook echt bijdragen, je kan ook echt helpen ergens. En dat eigenlijk. Vroeger als kind wilde je politieman worden. En computer vond je leuk. Een beetje een mix van beide. En je mag dingen kapot maken. En daarna mag je zeggen, hey, dit was kapot. Ja. En dan wordt het gemaakt. Dus allemaal leuk. Ja, zoals cyberboa. Oh nee, dat klinkt dan weer zo. cyberpolitie. Cyber, geheime dienst.
De Democratische Inlichting Veiligheidsdienst. Ja. Oké, okay. En wat was voor jou de motivatie? Ik zie voornamelijk kapotte dingen op werk. En dat is inherent als jij als instant responder opkomt dagen. Veelal, in best wel wat gevallen, is de boel gewoon kapot. Ja. En ik zou graag minder kapotte dingen willen zien. En nou, je ziet niet kapotte dingen op je werk, maar vanuit je werk zie je kapotte dingen bij anderen, hoop ik. Ja, oké. Nee, voor de duidelijkheid, want het is slechte reclame voor Noordwever. Nee, maar het is, je komt bij een klant en dan gaan we een klant gaan we helpen en dan zorgen dat je weer snel online komt. Maar er gebeurt zoveel op het internet. En dan zie je steeds dingen dat je denkt van dat ze dat vergeten zijn en dat ze daar niet op gelet hebben. Misschien ook een soort frustratie dat je mensen wil helpen. Ja, en het komt ook wel eens voor dat je dingen tegenkomt van je zegt van goh, oké, hier hebben we ook opgescand. Ja. En dat doet wel pijn. Dus dat je vanuit je werk bij een klant een kwetsbaarheid ziet die al eerder gemeld is door het DVD? Had gemeld kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Had gemeld kunnen zijn. Dus je denkt, hadden we daar maar op gescand? Want dat was ook de aanleiding voor dat Global Health. Hè? En ook de Global Charities. Ja. Dat Rode Kruis was gehackt via een kwetsbaarheid waar we eigenlijk al een beetje mee bezig waren. Alleen toen kwam Log4j te druk. Hebben we niet gedaan, hadden we ze nou maar gemeld. Hè? Ja, en dan bouw je daarvan. Ik bedoel, zeker dat soort partijen, die zijn al bezig met goede dingen. Die hebben misschien niet de middelen om security teams aan te nemen. Krijgen ze zo'n lek inderdaad. Dan denk ik, ja, jeetje, dat hadden we misschien wel kunnen voorkomen. Ja. Ja. Tot slot, hierna krijgen we het cyberoorlog debat. Even voor jullie de hamvraag. Stel, je wordt gevraagd Oekraïne te helpen de Russen aan te vallen. Wat is jouw positie daarin? Aanvallen nooit. Ik ben wel een voorstander van neutraliteit. Dus ik zie als research heel veel meldingen voorbij komen. We hebben ook nog meldingen naar Rusland gedaan. We hebben ook meldingen naar bezet gebied gedaan. En dat is, los van hoe pijnlijk ik dat vind, ik ben wel een voorstander van neutraliteit daarin. Ja. In ieder geval als research, laat ik het zo zeggen. Ben je ook gevraagd? Ja, LinkedIn-berichten, maar de meeste mensen in de zaal zullen die berichten wel gehad hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, eens even kijken. Wie van jullie heeft een LinkedIn of Twitter DM'tje gehad van help mee in de oorlog? Ja, dat zijn er wel aardig wat. Nou, ik ben benieuwd of jullie dat gedaan hebben, maar dat komt hierna. Jij, wat is jouw positie hierin? Nou, ik geloof niet dat je dat persoonlijk moet doen, vanuit je zolderkamertje nogmaals. Want ik denk wel dat er inlichtingenpartijen zijn in Nederland die misschien lopende acties hebben die je makkelijk kan verstoren. Ik denk dat je namelijk alleen maar in je eentje de verkeerde dingen kan doen en mensen in de weg kan zitten aan beide kanten. Ik geloof ook niet in destructieve offensieve acties per se. Hmm. Maar ik geloof wel dat er inlichtingen partijen zijn die waardevolle levens redden met offensieve acties en dingen kunnen voorkomen. En ik geloof wel in dat als je met offensieve acties iets kan voorkomen, dat wel toevoegt. Ja, oké. Nou, daar gaan we het hierna over hebben. Maar eerst even een David applaus voor deze twee fantastische helpers. Hallo, hallo. Ja. Hey, hierna gaan we het even anders doen. Want het gaat over cyberoorlog. En dan kan ik twee, ja, ik zal maar zeggen, zwaargewicht op dat gebied hier interviewen. Maar ik dacht, ik ga het even anders doen, want ik heb er zelf eigenlijk ook wel een mening over. Dus Lucinda Sterk, hoofdcommunicatie van DVD, die gaat het hierna overnemen. En in ieder geval het debat leiden met ons drie en ook de mensen in de zaal. Ja, ga maar vast naar de bar hoor, dat duurt nog even. Wat ik wel alvast even kwijt wil, is de aanleiding daarvoor. Waarom wij dat nu vanavond bespreken. Want de cyberaanvallen vanuit Rusland richting de Oekraïne, die zijn al veel langer gaande. Hè. Dus 2013 hadden we de Industroyer, dat allerlei apparaten kapot gingen. Je had Black Energy, dat de energie uitging. Overheidswebsites die plat werden gededost. Op een gegeven moment hadden ze ook via de Oekraïne Nopetya uitgerold via een Oekraïns boekhoudsysteem. Is hier in Rotterdam ook in de haven terechtgekomen bij Maersk. Haven 2 dagen plat, 300.000 euro schade. Er komt wat aan vanuit die Russen. Tegelijkertijd, hè, zoals je hier ook hoorde, veel mensen die in deze wereld zitten, die werden ook gevraagd, help aanvallen. Ja, moet je dat dan wel doen of niet doen? Dus daarom dachten we van dat onderwerp gaan we hier uitgebreid bespreken. En in Nederland is er nog niet echt een serieuze aanval geweest. Kan nog komen, maar voor die tijd moeten we wel het ethisch kompas
eiken voordat het gaat beginnen. Dus dat was even mijn inleiding voor het item hierna. En dan ga ik hier staan met de andere twee heren praten. En dan even een stukje muziek. En voor de mensen thuis ook. Tot zo!
Ja. Woe. Bedankt, jongens. Komen jullie er allemaal weer bij? Dan gaan we beginnen. Dan mag ik eindelijk de show overnemen. Yes. Kom erbij, mannen. Mag het zaallicht aan? Ja, dankjewel. Ja, dit staat heel erg op ons gezicht, maar is dit normaal, Chris? Heb jij dit altijd? Nee, nu staat het zaallicht aan, dus nu is het een stuk feller. Hoe hou je dit vol? Ja, het is mijn werk, hè. Tenminste. Eigenlijk, hij houdt hiervan, hè? Ja, maar ik wil heel graag heel even een momentje nemen. Even een momentje. Want ik kom hier al jaren en ik heb eindelijk de show overgenomen. Bedankt, Chris. Ja. Dank jullie wel. Maar ik sta hier natuurlijk vanavond niet alleen. Ik heb mijn grote vriend hier van de muziek, Bruno Philip. Die gaat mij helpen bij het debat. En Pleun gaat mij ook helpen. En ik heb hier aan tafel twee zwaargewichten en Chris op het gebied van cyberwarfare. Sorry, Chris. Je weet wat er gebeurt als je mij de microfoon geeft. Nee hoor, Chris. Begin bij jou toch maar eventjes. Vertel even waarom je ook hier aan tafel staat. Oh, oké. Okay. Ja, oh, dat had ik niet verwacht. Ik dacht, we duiken in die stelling. Nee, van waarom dit debat? Ja. Nou, de aanleiding was in eerste instantie de melding of de verzoeken die DVD'ers kregen van help nou mee. Waar we best wel een lang debat over hebben gehad. Van ja, weet je, het is toch oorlog. Moet je niet meehelpen? Dan ging ik toch even terug naar, zal ik zeggen, 10 jaar geleden, toen ik voor het eerst met cyberoorlog te maken kreeg. En ergerde ik me enorm aan de framing van cyberwapens. Het is alsof je zegt van, we vuren iets af op onze vijand en dan maken we daar iets kapot. Zo werkt dat niet in de digitale wereld. Je kunt dat niet vergelijken met vuurwapens. Je moet het eigenlijk vergelijken met biologische, chemische en nucleaire wapens. Het is gewoon viezigheid. Je weet niet waar het vandaan komt en je weet vooral niet waar het naartoe gaat. Dus zodra je iets aanvalt, heb je altijd collateral damage. Dus we kunnen wel dingen naar Rusland sturen, maar je kan er donder op zeggen, net als NotPetya, dat het gewoon weer terugkomt. En dat je eigenlijk de rest van de wereld platgooit. Ja. Erger nog, als de overheid het niet gaan doen en mensen als Anonymous of gewoon individuele hackers de Russen gaan aanvallen, dan krijgen we hem terug. En zo zal er op een gegeven moment, dat is mijn worst case scenario, een digitale burgeroorlog ontstaan. Ja, nou, daar gaan we zo over debatteren, ter aanleiding van de stellingen. Maar ik dacht heel eventjes jou het woord te geven, maar het gaat gelijk weer helemaal mis. Ik hou mijn mond zo. Geef niet. Naast jou staat Don Eindhoven. We kennen jou van Connect to Trust en de Dutch Cyber Warfare Community. Bedankt dat je hier kan zijn. En hier naast mij staat de enige echte Paul Duchesne. Het behoeft geen introductie meer. Het is onze bijzonder hoogleraar in de Law of Military Cyber Operations en Cyber Warfare. Bedankt dat jullie hier allemaal kunnen zijn vanavond. We beginnen gelijk met de eerste stelling, Pleun, als die op het scherm mag komen. Nog één huishoudelijke. Mogen zij niet ook Nou, dat mogen zij zo doen. Maar ik dacht eerst even, we hebben dit samen georganiseerd. Ja, jij hebt een speciale. Jullie hebben allemaal een zwarte en geel kaartje op jullie stoel gekregen. Want ik ga dit niet. Ik zei, ik ga aan de debatten, maar ik wil wel heel graag met interactie met de zaal. En het stil achteroverleunen is nu even voorbij. Ik wil je hier heel graag bij betrekken. Wat we gaan doen is, ik ga eerst de heren zo dadelijk allemaal 2 minuten de tijd geven om in te gaan op deze stelling. Hun pitch eigenlijk te doen op het wordt tijd dat we Rusland gaan hacken. Bruno en Philip houden de tijd bij, ze krijgen allemaal 2 minuten. Heeft iedereen kaartjes? Want er zijn wat kaartjes verspreid over de zaal. Het gele kaartje is, je bent het er volledig mee eens. Het zwarte kaartje is, ik ben het absoluut niet mee eens. Echt oneens. Nee, helaas. Het is heel zwart-geel vanavond. Nee. Sorry? Ja, nee, geel en zwart. Het is de DVD-kleuren. Chris is kleurenblind, dus de rood en groen werkte niet. Dus we moesten iets anders verzinnen. Maar we gaan beginnen. We gaan beginnen met het wordt tijd dat we Rusland gaan hacken. Ik wil bij jou beginnen, Don. Ja, take it away. Je krijgt 2 minuten om hier even helemaal overleeg te lopen.
te zien. Wat hebben we nu in deze afgelopen 51 dagen aan oorlog gezien? Valt het mee? Valt het tegen? Hadden we er eigenlijk allemaal veel meer van verwacht? Of is het toch eigenlijk best wel ernstig wat er tot nu toe is gebeurd? Ja, ik moet zeggen dat het allereerst heel lastig is om te zeggen wat er allemaal gebeurt. Ik denk dat het gros van ons gewoon het gros ook niet ziet van wat er werkelijk gebeurt. Overigens, een stapje terug. Ik vind het altijd heel moeilijk als mensen me expert noemen. Ex als in voormalig en spurt als in sproei water. Wat dat betreft, ik heb mezelf toevallig vanochtend teruggezien in een video-interview wat ik laatst gegeven heb. En de term zwaargewicht is in ieder geval juist. Dus waarvoor dank. Niet zo bescheiden. Ja, weet je, even terug naar de stelling. Hè, van, wordt het tijd dat we eens onthekken? Wie is we? Nou, ga er even vanuit dat je hiermee niet defensie bedoelt, maar wij als burger. In de algemene strekking vind ik dat gewoon een slecht idee. Er zijn ook genoeg historische voorbeelden van te noemen. Ik weet niet of jullie de term LOIC nog kennen. Low Orbit Ion Cannon. Steek even je handen op als je dat nog kent. Dan weet je in ieder geval dat ik in dezelfde generatiegroep rondloop. Dat was een beetje van dezelfde strekking. Van nou, help ons mee met aanvallen. Ja, wat ze er niet bij zijn, is dat jouw persoonlijke IP werd meegegeven. Dus dat iedereen meteen wist wie er nou de mededader was. Kijk, dat is een beetje de strekking. Hè? Je weet gewoon niet waar je instapt als je jezelf laat leiden door zo'n circusmanner. Laat ik het maar even zo noemen. Ik ben ook uitgenodigd. Nou, dat is door iemand die duidelijk niet wist dat ik die skills gewoon niet heb. Dus dat is heel makkelijk. Maar ja, weet je, die had ook allerlei dingen opgezet en software en dingen draaien. En ik, ja, stap ik sowieso niet zomaar in. Ik heb geen idee wat die dude doet met wat ik, waar ik op instap. Grote kans dat het illegaal is. Je hebt geen idee waar je in staat. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. Dus ik vind het gewoon een slecht idee. Er zijn mensen voor. Ik ben er niet één van. Makkelijk antwoord. Dus ik heb geen 2 minuten nodig. Ik geef het graag door aan de rest. Hè. Wat jammer. Dank je. Nou, bijna 2 minuten voor gekregen. Chris, ik ga het toch ook verder naar jou. Want Paul is als laatste. Ja? Okay. Ja. Prima. Het korte antwoord is nee. Het lange antwoord is, we doen het al om spionagedoeleinden. En dat vind ik oké, dat snap ik. Dat je gewoon in systemen meekijkt van wat zijn die gasten allemaal van plan, wat komt er onze kant op. En dan zou je zelfs nog, als er echt een aanval komt, dat kunnen verstoren. Prima. Maar actief systemen binnendringen voor sabotage, want dat is uiteindelijk waar je bij cyberoorlog naartoe wil. Hè, dingen platleggen. Dan gaan een aantal dingen mis. Eén is wat ik net al noemde, je hebt collateral damage. Je hebt altijd spillover effecten naar burgerdoelen. Het blijft niet op het digitale slagveld, het gaat daar buiten. Je krijgt het vervolgens ook terug. Twee is, je verliest dan eigenlijk de morele grond. Hè? Want als je tegen anderen zegt, dit mag je niet doen terwijl je het zelf wel doet. Ja, weet je, wat voor discussie heb je dan nog? En vervolgens... krijg je natuurlijk ook een soort wapenwedloop. De een begint, de ander doet het terug. Je krijgt het dan nog een keertje terug en het gaat heen en weer. Dat wil je allemaal niet. En dan krijg je dus een spanning tussen, ik zal maar zeggen, de internetveiligheid versus je nationale veiligheid. En daar maak ik me echt zorgen om, dat mensen vanuit nationale veiligheidsbelangen, want dat doen niet alleen de Russen, maar met name ook de Amerikanen, en de Chinezen, de Koreanen, de Iranezen, maar vooral ook de Britten, vanuit nationale belangen, vanuit de framing van we vallen een land aan, eigenlijk het internet zoals we dat kennen, kapot maken. Dus het wordt tijd dat we de Russen hacken. We doen het al om spionagedoeleinden, prima, om aanvallen te verstoren. Maar om dingen te saboteren, nee, gewoon niet doen. En daar zou gewoon een internationaal verdrag voor moeten komen dat we verbieden, net zoals we nucleaire wapens verbieden. Nice, binnen de tijd. Paul, aan jou het woord. Het wordt tijd om ze Rusland hacken. Ja, ik ga eens kijken of ik dat zwaargewicht verhaal even kan ontzenuwen. Want ik heb wegen waterbouwkunde gestudeerd. En dat is weliswaar beton. En beton is wel zwaar. Maar ik ben dus bij no way, ben ik in this league, voel ik mij comfortabel. Dus ik voel me uitermate ongemakkelijk in dit gezelschap. Je bent de enige professor hier. Ja, maar het ligt eraan waarin. Want dat is het tweede punt. Ik dacht dat vrouwen zichzelf altijd naar beneden haalden. Maar kom op, jongens. Okay. ik ben jurist. Ja. Dus ik heb op waterbouwkunde gestudeerd en ik ben jurist. En ik hou me bezig met cyberwarfare. Maar de vraag is, wat is dat dan? Wat jouw vraag is, wie is we, Don? Dat is, denk ik, de crux. Wie is we? En wat is dan hacken? En wat is het doel wat je dan nastreeft? Ik ben het helemaal met Chris eens. Het gebeurt al. Maar dan moet je kijken wie dat doen en waarom.
En ik denk dus dat er legitieme partijen zijn in Nederland die posities hebben met zicht op wat daar gebeurt, aan beide kanten wellicht. Maar dat betekent niet dat een ieder vervolgens daarop in moet stappen. Of je nou uitgenodigd wordt of niet, whatever. Maar ik geloof heilig in het feit dat veiligheid gebracht wordt door de staat, door de overheid, via bepaalde constructies die de rechtsstaat respecteren. En daar moet je binnen blijven. Als het zo zou zijn, Chris, dat iedere digitale actie per definitie collateral damage op zou leveren, dan mag je die actie niet eens uitvoeren. Dat is een van die spelregels waar je als overheidsorganisatie binnen die rechtsstaat aan gecommitteerd hebt. En het oorlogsrecht zit idem dito zo in elkaar. Dus ik denk dat er gelukkig veel meer restricties zijn op wat er precies gebeurt. En dat is maar heel erg goed ook. Ja. Moet ik ze houden. Okay. Dankjewel. Mogen hier nou op reageren? Nee, nou komt het publiek. Nou komt het publiek. Nou wordt het echt leuk. Nou mogen de gele of de zwarte blaadjes omhoog. Ben je het hier mee eens of oneens? Wat is wat? Kunnen we even... Zwart is het oneens en geel is eens. Als je vindt dat je Rusland moet... Sorry? Je vindt de stelling. Als je vindt inderdaad, het wordt tijd dat we echt gewoon lekker offensief actie moeten gaan voeren tegen Rusland. Alle cyberinzetten die we hebben. Dan doe je je gele briefje omhoog. Als je zegt, nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Ja, ik zie weinig geel, jongens. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ja, dit vind ik ook, ja eentje, ja, nee. Hey, dat werkt niet, nee. Die snappen het niet, jongens. Ribbelen. Men is voor. Ja. Je weet dat ik nu naar je toe kom met een microfoon en je dan ook wat ga vragen, natuurlijk. Nee. Ja. Oké, okay, ja, dan gaan we Ja. Hier hou ik van. Ja, gezellig. Kom naast je zitten. Nou, vertel eens, waarom is dit zo'n goed idee? Waarom moeten we dit doen? Ik zei dat ik een beetje half-half in zit. Maar waarom is het een goed idee? Nou ja, ze hebben daar een heleboel infrastructuur die ze gebruiken om echt hele slechte dingen mee te doen. Communicatiesystemen, dat soort dingen. En hacken is niet per se alleen maar stuk maken, maar is ook bijvoorbeeld zorgen dat je het gewoon live kunt streamen naar de Oekraïnse inlichtingendienst. Dat soort mogelijkheden. Dus ik zit er niet echt nee in. Ik vind hier ook mogelijkheden tussen zitten. Moet je wel even oppassen dat je niet tussen andere diensten in gaat zitten die daar druk mee bezig zijn. Precies. Ja. Nou, mannen aan tafel. Ja, reageer. Wie wil hierop reageren? Ja, wat Mendel net zegt, dat is een belangrijk argument wat nog niet aan tafel is geweest. En dan ben ik wel benieuwd wat de andere mensen daarvan vinden. Zodra jij dus als burger of andere organisatie de Russen gaat hacken, ga je dus acties verstoren van onze eigen A dan wel MIVD. Die zitten misschien al ergens binnen. En dan denk je, hey, ik zie een kwetsbaarheid, hartstikke idee, knallen. En dan krijg je ineens een mailtje uit Zoetermeer. Fucker. Dan zijn we ons zicht kwijt. Ik dacht, ik maak hem nog niet, dus ik ben blij dat jij hem hebt gemaakt. Maar ik denk dat jullie daar ook wel mee eens zijn. Dat het verstoren van lopende acties misschien nog wel het zwaarste argument is om als burger, hackers, je niet te bemoeien met die oorlog. Of volgens mij zit er nog één argument voor. En dat is dat het gewoon niet mag. Ja, dat klinkt misschien flauw. Ja, Paul, hackers zoeken altijd een beetje dat grijze gebied op. Twee voorbeelden. We zoeken altijd een beetje die randjes op. Nee, alle respect. Ja. Maar ik geloof er heilig in, anders zou ik niet bij Defensie werken. Anders zou ik geen militair zijn, dat er ook grenzen zijn, ook voor jullie. Volgens mij is het binnendringen in een geautomatiseerde werk een strafbaar feit. Dat is één. Stel dat je vervolgens tegenreacties krijgt tegen Nederland, dan ben je daar mede verantwoordelijk voor, denk ik. En zelfs dat kan weer, als dat op een conflict uitloopt, kan weer een strafbaar feit zijn. Ik weet het, dat is een heel technische benadering. Maar ik denk dat een hoop, en jullie denken daar goed over na, maar er zijn misschien ook een hoop andere mensen die gerecruiteerd worden. En ik heb straks wel een plaatje hoe dat gaat, die daar minder goed over nagedacht hebben. Die misschien jonger zijn, minder ervaren hebben, minder klankbord hebben.
En als die erin stappen, die hebben misschien niet in de gaten wat daar de consequenties van zijn, wat ze precies doen. Even los van wat ze technisch doen, hè? Wie ze dwars zitten, wat voor schade ze veroorzaken. Ja, ik vind dat eigenlijk ook wel een mooie, goede overgang naar onze volgende stelling. Pleun, mag die op het scherm? Want die gaat daar ook over. Spannend. Ja, deze. Ik ben bereid mijn kennis en ervaring in te zetten voor een offensieve actie. Dat is natuurlijk waar jij het over hebt net, Paul. Heel veel mensen denken daar goed over na. Die denken, nou, ik krijg zo'n aanbieding vanuit de Oekraïne via je LinkedIn. Kom ons bug bounty programma versterken en Russische doelen hacken. Nou, een aantal mensen hier in de zaal heeft zo'n mailtje gehad. Ik geloof het grootste deel hier zegt, nee, dat doen we niet. Maar er zijn toch inderdaad hackers die daar wel op ingaan. Ja. Ja, wil jij daar als eerste dan op reageren? Ja, dat is wel grappig. En als wij bij Defensie presentaties geven aan de community die in cybersecurity actief is, dan praten we dus aan de ene kant met onze CERT, dan praten we met Marché die strafbaar feiten op moet sporen. Dan praten we met mensen die bij de bestuurstaf werken, zoals dat dan heet. Dus die zitten bij de MIVD of bij de JSCU, de Joint SIG in Cyber Unit, of ze zitten bij Defensie Cybercommando. Maar die zijn allemaal met diezelfde techniek bezig, maar wel vanuit een ander perspectief, met een andere doelstelling, met een ander motief, met andere spelregels. Op zich een ogenschijnlijk hetzelfde speelveld, maar het is wel de bedoeling dat je op een andere manier scoort. En het grappige is, iedereen roept dan dat zij offensieve activiteit ondernemen. En mijn weerwoord is dan, nee, dat is niet zo. Er is maar één partij, Ultimo, die offensieve activiteit onderneemt. En dat is de krijgsmacht, als krijgsmacht. En dat is dan het Defensie Cybercommando. Als eerste krijg ik de mensen van de MIVD over me heen. Die roepen, nee, maar wij doen dat ook en we treffen tegenmaatregelen. En bij de Marché vinden ze ook dat ze offensief kunnen zijn. En dan vraag ik van, oké, maar als je naar de politie kijkt, wat is dan het offensief vermogen van de politie? Ja, dan wordt het stil. Ja, politie gebruikt per definitie alleen in zelfverdediging geweld of bij aanhouding, maar dat is ter bescherming van anderen, van andermans goederen of van andermans leven. Dus de enige die offensieve capaciteit heeft, is de krijgsmacht. En die wordt gelukkig zelden ingezet. Dat betekent dat het relatief veilig om ons heen is. Zij zijn nu ingezet. Nee. Kan je daar iets over zeggen? Dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat ze ingezet zijn. Maar de krijgsmacht is de enige die offensieve capaciteit heeft. Ja. De diensten hebben los een van, capaciteit. Van alle zolderkamer. Kijk, er gebeurt in Oekraïne en Rusland gebeurt nu heel veel offensiefs, denk ik. Veel meer dan we waarschijnlijk zien of weten. Dat is voorbehouden aan militairen. Ja, nou noemde minister Hoekstra onlangs in het commissiedebat cyberveiligheid het geopolitiek belletje trekken. Ik weet niet, Don, zie jij dat ook zo? Ja, of, mij hadden we alle drie collectief dezelfde reactie. Dan, wat bedoelt u daar straks nou mee? Ja. En daar heb ik nog steeds geen antwoord op gehad. Dus zeg me niks. Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat dus al die uitnodigingen om, bijvoorbeeld vanuit Oekraïne zelf, om mee te helpen, dat hij dat bedoelt met DDoS'en en wat jij net al noemde. Dat low orbit iron cannon, dat geopolitieke belletje trekken is. Het signaleren van, jongens, we zijn het hier niet mee eens. PayPal die de diensten terugtrekt, Starlink wat opkomt. Google. Google reviews wat gebruikt wordt om nieuws te brengen. Dat soort dingen, die hebben relatief weinig feitelijk effect, maar ze hebben wel heel veel symbolische waarden bij elkaar. Ja. Ik denk dat hij dat geopolitiek belletje trekken noemt. Het belletje trekken levert weinig schade op, maar geopolitiek gezien is het een signaal, dit is niet oké. Okay. Ja. Nou zijn wij natuurlijk, heb je al eerder verteld op de avond, hè, door DVD hebben wij daar stelling ingenomen. Wij worden dan ook bevraagd. Kan je daar iets over zeggen? Ja, het ging er niet om belletje trekken, maar dat is gewoon DDoS'en. Hè. Dus als alle IP-adressen vanuit het westen gaan vuren op .ru, gaat het plat. Nou, boeien. Nee, het ging veel meer om, dus bijvoorbeeld vanuit de Oekraïne is een bug bounty platform opgezet. Help ons mee kwetsbaarheden te vinden in Russische systemen. Dan kunnen we die aanvallen. Nou, daar hebben ze best veel reacties op gekregen. Daar heb ik een plaatje van, geloof ik, dat je komt eerst op een website en vervolgens kun je in een Telegram-groep kun je dus bepaalde kwetsbaarheden uitwisselen.
En dan kun je daarmee de Russen aanvallen. Nou, ik kan me voorstellen, dat is veel meer dan belletje trekken. Dat is gewoon slopen. Ja. Dat het heel verleidelijk is. Dat je denkt, dan kan ik eindelijk iets doen. Weet je, ik ben een master in remote code execution. Noem maar iets, weet je. Ik ben een master in authentication bypass. Ik ga die trucken ga ik daar toepassen. En dan kom je dus op een .ru-website. Er is ook één iemand die heeft dat gedaan. Die had een GitHub repository waar je dingen kon downloaden. En zodra je .ru was, of Wit-Rusland, dan werd je hele computer gesloopt. Top! Wat je dan niet realiseert is dat op die computer of op die website, daar draaien ook allerlei diensten van allerlei westerse partijen. Een hip Amsterdamse marketingbureau die al zijn plugins heeft draaien. Die krijgt ook die shit mee. Dus inderdaad, daar zie je dat het veel meer is dan belletje trekken. En het antwoord is niet mee te doen. Maar de stelling was, ik ben bereid mijn kennis en ervaring in te zetten voor een offensieve actie. Paul, het zou kunnen zijn dat ze een offensieve actie voorbereiden. En dat ze jou vragen voor je juridische kennis in te zetten. Ja. Zou je dat ook nee zeggen? Ja. Dat is mijn werk. Ja. Dus dan is het antwoord ja. 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 Als krijgsmacht, hè? Ja. Ja, maar als mijn klasgenoot Jans Willens het zou vragen, kom bij mij werken en ga datzelfde werk bij mij doen, dan is het antwoord ook ja. Ja. Dat is waar ik een tijdje geleden aan begonnen ben, toen ik militair werd. Dus dan zou het niet zozeer zijn om de actie te bevorderen, maar wel te begeleiden. Ja. Kijk, dat geldt ook voor jou? Ik ben begonnen in de Koude Oorlog. Hè. Dat is misschien wel een gek verhaal. Maar ik ben in 88 officier geworden. En ik werd geplaatst in West-Duitsland. En mijn eerste weekend met dienstplichtigen, 40 dienstplichtigen, gingen wij naar het IJzeren Gordijn. Stonden we naar die muur te kijken, dat hekwerk, die wachttorens. En dat is iets, dat is een situatie die mij niet welgevallig was. Dat was ook waarom ik in dienst ben gegaan. En dat soort situaties, die zinnen mij nog steeds niet. Ja. En ik denk dat je daar met z'n allen iets aan kan doen. En ieder neemt daar zijn rol in. De een wordt een fucking goede techneut en de ander wordt militair. Ja. Oh. Ja. Thanks, guys. We gaan naar het publiek. Briefjes omhoog. Geel, als je bereid bent, of het er mee eens bent, om je kennis en ervaring in te zetten voor een offensieve actie. Dat kan natuurlijk zijn als privépersoon, maar ook als je organisatie daarom vraagt. Zwart is, ja, nee, dat ga ik me echt niet in mengen. Daar heb ik echt, blijf ik ver van. Okay. Yes. Oh, kijk, nou dat is al een wat gemengder publiek. Kijk eens aan. Ik ben wel heel benieuwd naar beeld erbij. Staat het ding wel aan? Dit is, ja, hij staat aan, ja. Ik hoor mezelf nou niet. Ik ben ook heel benieuwd welk beeld er dan bestaat bij de mensen die zeggen, ja, dat zou ik wel doen. Ja. Wat zou je dan doen? Waar zou je toe bereid zijn? Ik ga even... iemand het nuanceren? Ben ik dan nieuwsgierig naar? Wie had er geel? Ik zag hier iemand met geel. Ja, het geel. Vertel, wat voor beeld heb je hierbij? Wat zou je dan gaan doen? Nou ja, het eerste beeld dat ik er in ieder geval bij heb is in het geval dat de krijgsmacht het vraagt. Dus ik zou het ook niet doen als bijvoorbeeld een klasgenootje het van me zou vragen. En ja, wat ik dan bereid ben om te doen is in principe alles daarin. Dus het hangt er heel erg vanaf wie het aan jou vraagt. Ja. Ja. Mijn klasgenootje is de directeur MIVD. Vergeet niet dat zijn klasgenoten van de militaire academie zijn. Dus het zijn allemaal topfiguren, net als Paul zelf. Ja. Context is belangrijk af en toe. Ja. Nou, mijn vrienden Paul, volgens heel mij heb je genoeg recruten hier als ik het zo zie. Dus als jij het vraagt, of je klasgenootje, dan... We hebben aardig wat mensen hier. We gaan naar de... Om het even op te nemen voor de voorstemmers. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van, als ze het dan toch gaan doen, laat ik dan als IT-nerd daar meedoen. Om ervoor te zorgen dat het netjes gebeurt. Nee, maar dat het ook op een nette manier gebeurt. Ja. En dat er geen idioten... zoiets kan ik me erbij voorstellen, klopt dat? Daar mag ik dan ook een reactie op geven. Ik bedoel, wat weerhoudt je om nu actief naar cyberreservisten te gaan en zeggen, joh, ik heb hier interesse in. Want dat kan. Ik bedoel, die optie heb je altijd. Dus... Zit hier cyberreservisten in de zaal? Ja, go on. Ja. Ja, mogen ze dat zeggen, of niet? Nee. Oh. Dat is dan de tweede vraag, ja. Sorry. Ik hoop dat er niemand meekijkt. Ja, het wordt gelivestreamd dit, dus dit is een beetje spannend allemaal. Ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Hopelijk een cyberreservist. Je wordt hierna gerecruiteerd, hè? Dat snap je. We hebben een aanmeldformulier klaar liggen. Kom erop, bereid toe. Nee, wat ik wel heb, is dat, wat Paul net zei,
als we de beelden nu zien en ook zien dat er zeg maar een soevereine staat wordt aangevallen, dat geeft, nou als gezegd niet welgevallig, dan denk ik dat het een understatement is. Ja. En dan hier te zitten en dan niks te kunnen doen en te moeten wachten op allerlei besluitvormingen in zoals een Tweede Kamer of een parlement, een NATO enzovoorts, een EU, wat alleen maar papieren tijgers zijn, dat geeft een heel erg, ja, dat geeft een gevoel van onvermogen. Dus daar vandaan zou ik eigenlijk zeggen, als hij niet zou zijn offensief in een negatieve context, zou ik hem direct op ja zetten. Maar het gaat mij om het offensieve, dat je daar potentieel, doe je dan hetzelfde als wat Rusland doet. En daar wil ik me niet aan gelijkstellen. Maar als je het in een positieve context brengt, dan zou ik het absoluut, zou ik hem direct op geel zetten. Ja, dankjewel. En wat Paul, zou nou het ergste, wat er kan gebeuren als wij een heftige offensieve actie doen richting Rusland? Komt Poetin dan met zijn nucleaire wapens aanzetten? Of, Nee, volgens mij gaat het dan enorm escaleren. Als er vanuit Nederland iets zou gebeuren en het zou ons aangerekend worden, en er zou dan vervolgens een reactie weer terugkomen, dan krijg je dus een situatie die zich richting Nederland, dus richting NAVO of EU richt. En volgens mij is dat wat op dit moment juist voorkomen wordt, dat dit conflict dat niveau gaat bereiken. Dat klinkt misschien heel cru, maar ja, het conflict is nu tussen twee soevereine staten, helaas, om de verkeerde redenen gestart. Volgens mij wordt er helemaal niemand goed, vaart er niemand wel bij als dit nog groter wordt dan het nu al is. Het is al desastreus genoeg. Ja. Geldt artikel 5 ook bij een cyberaanval? Ja. Ja? Ja. Okay. En ook het EU-artikel met dezelfde strekking, wat nog veel meer verplichtingen, ja, wat relatief net een paar meer verplichtingen heeft dan het NAVO. Dus een aanval op één is een aanval op allen. Ja. Ja. Geldt ook in de digitale wereld. Ja. Ja, dat maakt de aanstaande toetreding van Finland en Denemarken natuurlijk een stuk interessanter. Ja. En wat dat betreft heeft Rusland nu een klap bereikt wat ze de afgelopen 10 jaar niet voor elkaar hebben gekregen, namelijk nog meer tegen zich in de stelling zien. Ja. Nou, wat we dan vaak vergeten is dat een aantal landen al lid zijn van de EU die diezelfde bijstandsclausule hebben. Ja. We gaan naar de volgende stelling, Pleun. Benieuwd. Dit gaat een beetje over, hebben we nou echt wel alles gezien waar de Russen toe in staat zijn? Want de minister zei ook laatst, ze zeggen, ik ben eigenlijk positief verrast, want ik was door allerlei experts voorafgaand aan het gewapend conflict gewaarschuwd voor de cyberslagkracht van Rusland. En heel Oekraïne zou binnen een paar dagen plat liggen en energienetwerken en ze zouden het volledige land over hebben genomen. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Tom, waarom is dat nog niet gebeurd? Ja, is wel grappig, want hetzelfde wordt gezegd over het meer geavanceerde Russische wapentuig. Van wat blijft het? Waar blijven die Spetsnaz, waar blijven die super geavanceerde straaljagers, et cetera? Iemand zei iets heel slims. Van, joh, als je verdediging veel te goed werkt, dan is de hoofdaanval nog niet begonnen. Dat is één optie. We hebben het gewoon nog niet gezien, want het is nog niet gebruikt. Dat kan, I don't know. En andere, die vond ik echt hilarisch grappig. Ik bedoel, corruptie is gewoon verweven met het dagelijks leven in Rusland. Dat is op een manier die wij hier waarschijnlijk niet begrijpen. En iemand stelde van, joh, wat zou een lokale maffiabaas nou weer houden hebben om gewoon een altijd geavanceerde wapentuig onder zijn reet vandaan verkocht te hebben. Poetin zegt, goh, dus zet die, oh, is weg. Nou ja. Weet je, ik weet niet of het waar is. Het is natuurlijk, ik zal waarschijnlijk een complete fictie zijn, maar hoe hilarisch zou dat zijn? De rest is koffie te kijken, denk ik. Ik bedoel, misschien dat Paul, als je het weet, zou je het waarschijnlijk niet mogen zeggen, maar ja. Ik weet het niet, maar ik heb wel beredeneerd wat er aan de hand zou kunnen zijn. Ik ben in 2 weken terug door Kijk geïnterviewd, dus een van de main media's in Nederland. Hè? Of media in Nederland. Maar ik was 5 jaar geleden ook door ze geïnterviewd. En toen hadden ze boven het artikel gezet, de volgende oorlog vindt plaats in cyberspace. En toen dacht ik, oh, nou, dat heb ik dan toch wel mooi verkeerd gehad, Duchenne. Dus ik ben voor mezelf gaan analyseren of dat klopte. En ik kom dan op verschillende verklaringen uit. En mijn collega's die je 's morgens hoort of 's avonds ziet, Die geven dat ook wel aan. Oorlog voeren is gewoon ontzettend ingewikkeld. Het is gewoon echt complex. Zeker als je over meerdere domeinen oorlog voert. Zee, land, lucht.
En er komt dan een extra domein digitaal bij. Dat is gewoon enorm complex. En dan hebben we nog de situatie dat politieke directieven gegeven worden. Misschien laat. Wie heeft het voortouw? Als je naar de inname van de Krim in 2014 kijkt, dan heeft het er alle schijn van dat toen de krijgsmacht, hoewel dat wel gebruikt is, dat die niet het voortouw hadden, maar dat de inlichtingendiensten met name het plan hadden met wat jij ook zegt, hè, Spetsnaz en allerlei politieke agitatoren met ondermijning, met lange, lange voorbereidingstijden om dat in één keer in een goed georchestreerde operatie te realiseren. En het lijkt er nu op alsof de krijgsmacht in de lead is en die zijn minder creatief, klaarblijkelijk. Het is veel complexer wellicht ook met minder voorbereidingstijd gegund. En dan, oorlog voeren is complex en in dit domein heb je gewoon lange voorbereidingstijden nodig als je iets chirurgisch wil doen. Als je gewoon plomp verloren iets kapot wil maken, dan kan dat waarschijnlijk veel sneller. Maar dan krijg je bruut geweld, maar dan digitaal. Maar Paul, even, hè? Want we zijn natuurlijk eigenlijk sinds 2014 al bezig, hè? Ja. Met aanvallen vanuit Rusland op de Oekraïne. We hebben natuurlijk een aantal gezien en Nopetya was er daar één van. Zeker. Als je het hebt over lange voorbereidingstijd, dan hebben ze volgens mij best wel wat tijd gehad. Maar waarschijnlijk die voorbereidingstijd, die hebben de krijgsmachtelementen, digitale krijgsmachtelementen, niet gebruikt. Het vermogen van de Russen zit volgens mij in de inlichtingendiensten en in hun proxies en hun hackerscollectieven. En wat je hier ziet is, het zijn niet alleen Russen die voorbereidingstijd hadden, als ze dat al hadden, maar Oekraïne heeft ook 8 jaar zichzelf voorbereid. Zie jij dat ook, Chris? Hebben wij eigenlijk contacten met de Oekraïnse... Nee. Maar er is wel veel verbazing in de cybersecurity en de hackers community van waarom gaat het licht nog niet uit? Ja. Want inderdaad, daar zijn ze toe in staat. Dat hebben ze in de Oekraïne laten zien. Waarom gebeurt dat nu nog niet? Er zijn een aantal verklaringen. Ik ben geen militair strateeg, dus val me vooral bij hierbij. Ik denk één is de meest gruwelijke kwetsbaarheden die ze hebben benut. Dat waren zero days die ze gehad hadden van de NSA. Dus één verklaring is, de NSA heeft zijn security iets meer op orde. Hadden maar, ze die niet op de plank liggen dan nog steeds? Nee, inderdaad. Die zijn al uitgewerkt. Maar ik denk, en daar ben ik wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Als ik Poetin zou zijn en ik zou zo'n grote, massieve grondoorlog in gang zetten, zou ik het liefst hebben dat alle IT gewoon blijft draaien. Ja. Niet kapot gaan, want dan kan ik nog meeluisteren. Dus de GRU, de FSB en onderschat ook niet de patriotistische bewegingen die daaromheen zitten en graag Rusland een grootmacht maken, zijn vol ingezet op spionage met de boodschap, zorg ervoor dat je niet gezien wordt, niks kapot maakt. Maar misschien komt het dan nog dat als zij daarin zitten en nu aan het luisteren zijn binnen de Oekraïne, maar ook binnen de NAVO, wat gaan die gasten doen? Dat als ze straks zat zijn en het leger gaat met de staart tussen de benen naar huis toe, dat ze zeggen, oké, nou droppen we de digitale bom. Ja, en ze hebben wellicht ook gedacht dat ze 3 dagen thuis zouden zijn. Ja, dat is van mijn stijl. Ja, dat vind ik ook, als ik daar omheen haken, dat vind ik dan ook weer zo bijzonder. En dat is ook wel heel veel punten dat ze nooit hadden verwacht dat die oorlog dat werk zou beginnen. Omdat, vanwege de Krim, Zelensky, om een voorbeeld te geven, die man is functie ingestapt, willen ze weten dat hij al een half bezet land ging runnen. Weet je wel? Dat is niet iets waar een gewilde persoon zomaar moedig instapt. Ik zou het zeker niet zomaar doen, hè? Dus wat dat betreft, die man verdient al veel meer credits dan dat hij krijgt, vind ik. Maar ze zijn, dus net wat je al eerder al aangaf, dit loopt al veel langer. En Oekraïne heeft ook niet stilgezeten. Die heeft gewoon dit land, het land helemaal veranderd in één grote death trap voor Rusland. Honderden kilometers aan loopgraven, hardpoints, ingegraven tanks, you name it. Die waren echt op voorbereid dat Rusland zou komen. En wij gingen er eigenlijk vanuit, ik schaam mezelf dan onder amateurpundit. Zo van, dat moeten ze in Rusland toch ook wel doorhebben, weet je. Dat ze daar dan toch gewoon instappen. Ja, kun je wat van vinden. Maar dat het niet vanzelfsprekend was en binnen 3 dagen weer thuis. Ik denk dat de meesten dat ook inderdaad wel als kansloos zagen. Dus hoe ze dat daar zelf niet zo gezien hebben, who knows. Maar dat is op cybergebied natuurlijk net zo. Ik bedoel, in Oekraïne zijn ze ook niet achterlijk. Je zit al 8 jaar te wachten tot die bom valt. Ja, dan ga je wel wat doen, weet je. Als je weet dat het boven je hoofd hangt, dan ga je de boel wel beveiligen. Dan ga je het een stuk serieuzer nemen dan je anders zou doen. Dat denk ik. Volgens mij is het gewoon een klassieke dictator's endgame. Dat zag je bij Hitler, Mussolini, al dat soort gasten. Op een gegeven moment hebben ze door van, dit gaat niet lang meer duren, ik ga er met een knal uit.
Ik denk dat wie dat weet, het is. Wie weet. We gaan het aan het publiek vragen. Oh. De Russen zijn tot veel meer in staat dan we tot nu toe hebben gezien. Wie is het daarmee eens? Gele briefjes omhoog. En wie denkt, nou, ze hebben tot nu toe, ze hebben echt wel al het achterste van de tong laten zien. Ze hebben alle zero-days gebruikt en zo. Die laten zwarte briefjes zien. Toch wel een paar zwarte, wel, merendeel geel. Die denkt, nou, jullie schatten de Russen echt wel hoog in, denk ik. Ik zie hier één zwart brief. Ik ga even vragen. Wat is je idee hierbij? Zou de stelling eigenlijk niet meer moeten zijn? De Russen kunnen eigenlijk niet zo heel erg veel. Dat had gekund, maar in de voorbereiding hebben we gekozen voor deze stelling. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus, dat bedoel ik eigenlijk mee. Met name inderdaad die landoorlog. Ja, ze hebben de meest geavanceerde wapens. Het werkt allemaal niet. Het lukt niet. Ze doen het niet. Vanwege misschien corruptie of onderhoud of weet ik of het allemaal. Dat krijgen ze niet voor elkaar. En inderdaad misschien die cyberoorlog. Ja, die Oekraïners hebben zich het ugjaar voorbereid. Ze hebben wat dingen geprobeerd, die Russen. Maar die Oekraïners zijn nu... Ja, ze hebben waarschijnlijk zitten wachten van kom maar. Ja. Er is nog een andere optie natuurlijk. En misschien overschatten wij die Russen wel. Dat wij hun capaciteit gewoon eigenlijk... Ja, overschatten. Het blijft een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Hè? Dus wat zich daar nou allemaal afspeelt. Verbaast dit jullie... Nee, wat ook nog kan, is dat er wel degelijk dingen gebeurd zijn, maar dat die niet uitgemeten zijn, dat die niet verteld zijn. Er zijn een aantal dingen verteld, Kees had een aantal Vipers, maar als ik getroffen zou zijn, zou ik het ook niet vertellen. Nou, maar van de week kregen we toch weer even de schrik om het hart van de Indestroyer die opeens weer opstak. Ja, wat was dat dan? Iedereen dacht, oké, nu gebeurt het, hè? Nu hebben we het. Ja, binnen Oekraïne, hè? Ja, binnen Oekraïne, ja. Ik zou niet vertellen dat mijn militaire communicatiesystemen eruit liggen door Russisch toedoen. Ik zou het niet vertellen. Maar het is wel zo. Dat weet ik niet. Oh. Nee. Je bent niet zo glad als je denkt. Nee, als je dat vertelt, dan verliezen je troepen. Blijf binnen deze muren, Paul. Ja, nee, als je dat vertelt... TOP Rood komt helemaal goed. Die zouden dan breed uitmeten. Ja. Zeker. Wacht even, ik kom eraan. Ja. Nou, zouden Russen dat niet uitbuiten in propaganda? Ja, zeker. Pak even het voorbeeld van de Moskva. Ja. De Moskva is gepromoveerd tot onderzeer. Ja. 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 Even voor iedereen die dat niet weet, die dat heeft gemist. Dat is het vlaggenschip van de marine, de Russische marine. Zeg ik het goed zo, Paul? Ja. Ja. En die is dus door de Oekraïners bestookt. En die ligt nu op de bodem van de Zwarte Zee. Zwarte Zee, ja. Nou, hey, huiswerk goed gedaan. Deze is al een brandje. Het was bijna Pasen. Just a flesh wound. Dat was het verhaal van het ministerie van Defensie in Rusland. Die zou dit absoluut uitbuiten. Maar als je getroffen bent, dan zou je niet vertellen. Dat is niet echt bevorderlijk voor de gevechtsbereidheid, voor het moreel van de troepen. Dan heb je het weer over een andere containen. Oorlog natuurlijk ook. Je hebt het information warfare, Paul, hier zo. De fake news en dat soort. We gaan naar de laatste, stelling, want we hebben nog tijd nodig om bier te drinken zo dadelijk. Oh, ja. Dus ja, want anders... offensieve digitale actie, levensgevaarlijk. Ja, dat is eigenlijk al waar ik net een beetje over had. Is wat is dan het allerergste wat er kan gebeuren op het moment dat we vanuit de EU of vanuit waar dan ook echt gewoon digitale bommen gaan droppen op Russische doelen? Is dan echt Poetin zo vreselijk boos dat hij dan helemaal zijn chill verliest? Ja, mijn collega's vertellen dat Poetin van chaos houdt. Wij denken rationeel, hebben een andere manier van redeneren. Maar er zijn een aantal mensen die zeggen, nou, hij zoekt juist chaos uit. Om uiteindelijk met behulp van die chaos, de verwarring, de misleiding, de schok, de verrassing. Een van mijn collega's is gepromoveerd op dit thema. Om zo effecten te sorteren die bijdragen aan waar hij heen wil. Dus het zou heel goed kunnen dat hij nog grotere chaos dan het nu al is, niet erg bezwaarlijk vindt. Wat is het ergste nachtmerrie-scenario? Nou ja, ik bedoel, er werd al even aangehaald als je artikel 5 verroept. Dat betekent, gaan we terugslaan kinetisch als er een cyberaanval aangehouden wordt. En dan het meest zware wapen wordt dan spreekwoordelijk van het stal gehaald. Want dat kan ook betekenen dat er een nucleaire aanslag teruggepleegd wordt. Ja, weet je, is dat reëel? Nee, maar het is... strikt theoretisch genomen, denk ik, mogelijk. Maar er is gewoon een escalatiepad wat redelijk vastgelegd is in internationale betrekkingen, hoe dat ongeveer gaat. Hè? Dat je over het algemeen terugslaat op de manier waarop je aangevallen wordt, om dat te deescaleren en niet te ver door te slaan.
Kijk, als je me strikt genomen op een antwoord drukt, dan zeg ik, ja, tuurlijk, nucleaire aanval terug. Overigens vond ik het wel verpand dat hij dat aanhaalt, hè, Poetin. Dat hij dat laat schemeren tijdens discussies. Dat hij dat misschien wel toe bereid zou zijn. De dreigende taal, ja. Ja, het enige wat hij daarmee bereikt heeft, is dat nu iedereen zoiets heeft van, wat er ook gebeurt, deze dude moet weg. Die kunnen we hier niet laten zitten als dit afgelopen is. En dat is natuurlijk niet best. Want nou is hij echt in het nauw gedreven. Ja. Hij voelt dat vast zelf ook wel aan, dat die koek op is. Dus ja, ik vind het wel heel lastig om te beantwoorden. Ja, ja. Chris, laat jouw fantasie eens de vrije loop. Wat is het jouw nachtmerriescenario? Nou, een aantal. Nee, heb je even? Aanval is levensgevaarlijk. En nou ja, wat ik heel mooi vind om te zien binnen Nederland, is dat men zich daar enorm van bewust is. Wat is levensgevaarlijk? De elektriciteitshuishouding. Nou, verschillende netbeheerders zijn redundant uitgevoerd, hebben gewoon niet alleen draaiboeken klaar liggen, die worden ook geoefend nu. De Rotterdamse haven hier is target nummer 1. Want daar komt alle spullen van de NAVO binnen. Daar komt ook het LNG binnen. Dat is een heel interessante target. Bij de eerste signalen eind januari dat er portscans waren en dat soort dingen, gewoon meteen noodberaad belegd. Niet van, oh jongens, ze worden aangevallen. Nee, wat zijn de escalatieschema's? Als dit gebeurt op die locatie, wie gaat acteren? Als het escaleert groter, hoe gaan we opschalen? Al dat soort dingen. En ja, worst nightmare voor Nederland is natuurlijk de waterhuishouding. We leven voor een groot deel onder NAP. Er zijn pompen vanuit de waterschappen, gemeentes, provincies. Er zijn pompen waarvan eigenlijk niemand meer weet van wie die zijn. Die hangen aan Schoden. Daar kun je leuk gaan prijsschieten. Daar zijn ze nu aan het voorbereiden om ook gewoon handbediening als backup te hebben. Van ineens gaat het water omhoog of omlaag. Er gebeuren dingen. Dan gaat gewoon een man of een vrouw naar dat huisje toe om te plekken te kijken. Dus ik vind het mooi om te zien hoe Nederland al die dingen die we geoefend hebben nu op scherp staat om klaar te zijn om inderdaad die levensgevaarlijke digitale acties af te slaan. Alleen ja, je weet pas echt of het goed werkt als het werkelijk gebeurt. Ja, dus ja, laten we hopen van niet. Voor de laatste keer publiek. Offensief zijn, wie vindt inderdaad dat het levensgevaarlijk is als we met z'n allen offensief gaan reageren? Of denk je, dat zal wel meevallen. Zwarte briefjes. Oh, jongens. Ja, nee, toch. Ja. ik ga, ja, omwille van de tijd, ik ga het hierbij laten. Anders hebben we echt geen tijd meer om bier te drinken. Ik vond het heel leuk dat jullie allemaal heel enthousiast hebben meegedaan. Bedankt, heren aan tafel, voor jullie. En bedankt, Lucie. Ja. We gaan nog heel even muziek luisteren, volgens mij. Ja. En je mag nog even wat te drinken halen, even plassen. En dan zijn we daarna weer terug. En dan over 5 minuten weer terug, want dan kunnen we het einde programma doen. En dan gaan we even met Astrid volgens mij kletsen over de Academy. Ja, superleuk. Tot zo.
Test 1, 2, 3. Ja, lieve mensen hier in Worm en de mensen thuis. Ik weet dat jullie staan te springen om elkaar weer te spreken. Geef ons nog even 10 minuten. En dan gaan we naar de borrel om elkaar even beter te spreken. Het is natuurlijk ook weer leuk om elkaar allemaal weer even te zien en aan te raken, te knuffelen en te zoenen. Over 10 minuutjes. Want we zijn nu aan het einde van Hacktalk met het laatste item. En we hebben deze aflevering ook genoemd DVD Café. Omdat het ook een manier is vanuit DVD om te laten zien wat we doen. Maar ook om elkaar te leren kennen. En weer even bij te praten. Dus nu aan het einde doen we even kort en hard de DVD-updates van waar we nu staan. Ja, het lijkt dan net een soort ledenvergadering van een stichting van de rondvraag. Ja. Wend er maar voor staan, want dit is onze show. Hacktalk, altijd subversief, tendentieus, noem het maar op. Hopeloos kwetsend, ook dat. Gewoon zoals wij het leuk vinden, zoals hackers dat doen. En natuurlijk met Astrid Oostenbrug. En wat het leuke is dat bij de laatste aflevering hadden we dus de lancering van de DVD Academy. Yes. Nou, dat gaat nu van start.
Maar er is in de tussentijd ook nog wat anders gebeurd. We zijn inmiddels met 100 mensen bij DVD. Dus 100 mensen die zich... Hey. Dus Melvin, ik weet niet of je kijkt, maar jij was nummer 100. En dat was net als bij de supermarkt. Dat je dan van onze 100ste bezoeker, die krijgt dan met free shopping. Je mag gratis werken bij DVD. Free hacking. Free hacking. Goed, dus dat is in de tussentijd gebeurd. Toen hebben we dus ook wel een heel managementteam moeten optuigen. Dat we een serieuze organisatie worden. Hele stoelendans. Ik ben inmiddels directeur geworden. Victor is hoofd onderzoek geworden. Lennart is hoofd C-Cert geworden. We hebben Caspi hier, die komt straks nog even aan het woord. Hoofd operations. We hebben hoofd HRM. Jan, die zit er ook. Jan? Ja, Jan Los natuurlijk. En we hebben een hoofd finance. Er komt ook nog een hoofd development. Het zijn al, hebben we net al teamlead level 1 en 2. Dus er ontstaat een soort bureaucratie. We hebben, de vraag is hier, hebben jullie ook een CISO? Nou, die hadden we, dat was Fleur van Leusden, en die is nu secretaris geworden. Want ik was de secretaris, dat is zij geworden. Toen hebben we een nieuwe CISO gekregen, Louisella Tempierik. Je zit nog, even zwaaien. Ja, en zij is in het dagelijks leven ook CISO bij Stedin. En die zag meteen al van, 100 man die gruwelijke dingen doen, weet je wat? Ik ga een heel ISO-team samenstellen. Dus Information Security Officers. Dus iedere afdeling heeft een Information Security Officer. Want hoe beveilig je de spullen van hackers? Dat is echt een uitdaging. Maar dat zijn dus ook hackers die ISO willen worden. Dus daar zie je ook de twee kanten van, wij redden het internet. Maar mensen komen ook bij DVD voor hun persoonlijke ontwikkeling. Een hele lange inleiding. Want toen moest er een nieuwe voorzitter komen. En dat was Victor. En dat werd dus Astrid. En wel om de volgende reden. Want je bent ook voorzitter COC. Je hebt ruimelijk bestuurlijke ervaring. En Fleur, die heeft wel heel veel ervaring als CISO. Maar die werd dus nu secretaris. Iets nieuws. Charesse Ogou, waar zit je? Ja, even zwaaien. Dat is de nieuwe penningmeester die jouw functie overneemt. Dus jij bent deze mensen eigenlijk aan het invullen. Hoe gaat het met het nieuwe bestuur? Want het is wel echt anders dan hoe het was, hè? Ja. Onze nieuwe secretaris, die heeft net een tweeling op de wereld gezet, wat ongelooflijk gaaf is. Dus ze heeft nog wat opstartproblemen, maar dat komt goed. Charesse heeft zich helemaal ingewerkt als penningmeester. Dus ik kan een beetje achteroverleunen, leek het. En als voorzitter ga ik weer heel veel kopjes koffie drinken. Dus eigenlijk wat Victor deed met allemaal mensen praten wat hij helemaal niet leuk vond, mag ik nu doen. En dat vind ik wel heel leuk. En ik probeer wat funding hier en daar los te peuteren samen met jou en voor DVD. En daarnaast ben ik natuurlijk gewoon bezig met het opzetten van de Academy. Wat een, misschien ga je daar iets over vragen. Dus ik hou mijn mond wel weer. Maar het bestuur gaat goed. Ik wil daar nog wat meer mensen bij. Maar goed, we hebben ook een raad van toezicht. Daar gaan we eens even lekker flink mee in gesprek over hoe wij de toekomst zien. En ook de toekomst van het bestuur. En ik ben sowieso ongelooflijk blij en verrast ook dat zoveel jonge mensen die bij DVD zitten allemaal in het bestuur willen. Want ik ben er ooit in gerommeld, zeg ik altijd maar, ook als Kamerlid. En ik vond het helemaal niet zo heel leuk. Maar ik merk dat, misschien ook omdat de manier waarop ik het oppak, dat heel veel jongeren denken van, ik wil een bestuursfunctie. Dus dat zijn we dus ook nu bij DVD aan het doen. We hacken de hele bestuurscultuur van Nederland helemaal aan stukken gewoon met elkaar. Ja. Dus dank daarvoor, lieve jonge mensen ook. Ja, nieuwe bestuurders die nooit bestuurder waren. We hebben een MT van mensen die nog nooit manager zijn geweest. En een directeur die het ook voor het eerst doet. Maar dat kon ook, omdat... Want ik ga nog even door over het instituut. Gaan we straks over de Academy hebben. Ja. Omdat de buitenwereld ons ook enorm steunt. Grote klapper was DTC, zit hier ook in de zaal. Heeft ervoor gezorgd dat een aantal afdelingshoofden ook deeltijd freelance betaald kunnen worden. Super tof. Dus dat vanuit economische zaken, RVO, DTC, dus de overheid ook zegt van, wat jullie doen is cool. Er zijn twee goede doelenfondsen, Adesium en Limelight, die ook DVD gaan steunen, wederom om managementposities te betalen. En die zijn met name ingericht om de vrijwilligers, daar draait het allemaal om, te ondersteunen. Dus we hebben eigenlijk een soort omgekeerde hiërarchie. We hebben een wolk van 100 vrijwilligers. En we hebben wat afdelingshoofden onder die hun ondersteunen. En die probeer ik dan een beetje in de lucht te houden. Er komen ook veel partijen bij die spullen geven.
zoals VMware geeft ons 30.000 euro aan gewoon server racks. Die kunnen wij gewoon in Schiphol Rijk kunnen als pizzadozen erin schuiven. En het internet gruwelijk scannen met high processing power. Vroeger ging dat via de Azure Cloud. En kan dat nu via onze eigen service in 1,5 uur. Daar hebben we straks met Casper nog even een woordje over. Ook veel voor mensen die ons gratis cursussen geven. Bijvoorbeeld de Security Academy. En die geeft dan 10 vouchers. Cursus van 5 dagen voor je CISM, weet ik het wat, om DVD's op te leiden. En ja, zo kan ik nog even doorgaan, weet je, de nieuwe gevers, dat zijn allemaal communicatieprofessionals, daar kun je gewoon gratis gebruik van maken. En natuurlijk Superfillers, die van begin af aan meedeed, hun serverruimtes beschikbaar stelde, heel veel mensen om het allemaal draaiende te houden. En dan zie je dus hoe we enorm groeien. De Academy, want dan groeien, en we hadden al een onderwijstak, en hebben we een aparte stichting van gemaakt, hoe dat zo? Ja, nou ja, we zijn nog aan het... Het duurt allemaal heel lang, bureaucratie, breekt met de bek niet open. Maar goed, we zijn bezig om er een eigen stichting van te maken. Ook om te zorgen dat DIVD als instituut, het DIVD, gewoon door kan blijven draaien. Terwijl mijn jongeren gewoon de boel aan het slopen zijn. Dus dat wordt een eigen tak, eigen stichting met eigen bestuur. Barry van Kampen heeft zich bereid gevonden om daar in ieder geval in het bestuur te gaan. Ik had Victor tijdelijk even interim directeur gemaakt. Maar goed, die heeft ook wat andere dingen aan zijn hoofd. Dus, maar goed, we zijn heel langzaam aan het bouwen. Al die steentjes bij elkaar aan het zetten. En ik moet zeggen dat ik krijg zoveel hulp vanuit alle kanten. Dus ik ben heel veel kopjes koffie ook weer nu aan het drinken. En, maar als je dan ziet dat bijvoorbeeld een organisatie als Hackshield... die op een soort cartoonachtige manier jongeren tussen de 8 en 12 jaar probeert te leren malware te herkennen, phishing, noem het maar op, zodat zij de nieuwe ambassadeurs worden van, nou ja, die al onze oudere mensen, en reken ik mezelf uiteraard niet toe, gaan leren hoe het allemaal werkt in de digitale wereld. Ja, ik word daar heel blij van, want we hadden ooit de DVD-club bedacht voor jonge mensen. Maar bestaat al zoiets? Moet je dan een eigen entiteit weer uit gaan vinden of ga je de handen in elkaar slaan? Hetzelfde geldt voor Hack in the Class, daar werken we nu, zijn vergaande gesprekken mee, van hoe kunnen we nou de handen in elkaar slaan? Want wat we op de weg naar een eigen entiteit maken van DVD Academy hebben gemerkt, is dat er ongelooflijk veel cowboys rondlopen die heel veel trainingen aanbieden van duizenden euro's. Bij DVD Academy, als je jong bent, en jong geldt bij mij echt tot zo jong als je je voelt. En je wilt gewoon iets... Ja, precies, weet je. En je bent gewoon bereid dat je iets wil leren, dat je ook iets terug wil geven aan de maatschappij. Want dat is wat we uiteindelijk willen. Je leert iets op de Academy. Vervolgens ga je je skills inzetten in het instituut op een ethische wijze. En houden we dat vliegwiel draaiende. Want nou ja, uiteindelijk willen we gewoon dat de wereld digitaal veiliger wordt voor ons allemaal. En ja, de nieuwe generatie, sorry, weet je, ik zeg het te vaak, maar ja, wij willen echt dat de nieuwe generatie dit oppakt. Zodat al deze oude mensen gewoon een beetje kunnen achterover leunen en een beetje genieten van het leven. En gewoon veilig, lekker kunnen surfen zonder dat iedereen de hele tijd zegt, Astrid, wat doe jij daar op internet? Dus ja, dat is een beetje wat het is. Daar is waar we staan en... Yes. Dan gaan we nu even tijdreizen, want het leuke is, dit programma is dus ook het lesmateriaal voor de Academy. Hè? Dus leerlingen, over een maand of over een jaar of wat dan ook, zitten jullie dit programma te kijken. dus dat is wel leuk. Ja. Het wordt nu opgezet, er zijn ongeveer 10 leerlingen die gaan beginnen. Er zijn ongeveer 10 docenten bij DIVD die les gaan geven. Hè? Paula Wester heeft zich nu aangegeven om als onderwijscoördinator die puzzel rond te krijgen van hoe krijg je 10 super eigenwijze jongeren en 10 super eigenwijze volwassenen in een schema samen. Nou, dat hebben jullie inmiddels gehad. En dan zitten jullie dit programma te kijken, een aantal maanden of een jaar later. Wat zou nou jouw boodschap zijn aan die leerlingen die dan zitten te kijken? Ja, sowieso ongelooflijk gaaf dat je die stap hebt durven nemen om in zo'n wereld te stappen die misschien voor heel veel mensen van de buitenkant eruit ziet als, is dat wel een community waar ik me thuis zou kunnen voelen? Ja. Ja, want je bent hier nu en je hebt deze lessen gedaan. Je zit dit nu te kijken en je bent ongelooflijk enthousiast. En je gaat gewoon aan de slag voor DIVD. Dus dat is de boodschap die ik mee wil geven. Weet je, uiteindelijk, we don't judge.
Daar ben ik ook erg van. We komen allemaal ergens vandaan. We zijn allemaal vissen die gedwongen worden in een boom te klimmen. We kunnen dat gewoon niet. Maar we kunnen zo ongelooflijk veel dingen wel die anderen niet kunnen. En dat is waar de Academy voor staat. Dat is ook wat mij betreft waar DVD voor staat. En ja. Welkom. En vooral doorgaan. Vooral doorgaan. Barry Stevens, ja. Goed. Nou, dan gaan we nu even kort en hard nog even wat updates geven van de verschillende afdelingen. Nou, ik noemde het net al, ons eigen AS, onze eigen Autonomous System met eigen IP-adres van waaruit we scannen. Kasper, kom er even bij voor de laatste update daarover. Dus voor de mensen thuis, ergens in Schiphol-Rijk bij Schubert Villis in het datacenter, daar staan een paar metalen pizzadozen, dag en nacht ronken vanuit 50559 om het hele internet te scannen. Hoe staat het daarmee, Kasper? Nou, we kunnen in ieder geval zeggen dat het AS, of het gebruik van, dat is volledig live. Dat was eigenlijk de laatste update die we hebben gedaan. Dat was ergens tussen de lockdowns door of zo. We hebben nog een keer een hacktalk gehad. We hebben wel aangegeven dat we er druk mee bezig waren, dat het zo goed als af was. Nou, dat is kort daarna wel gelukt. Er zijn een aantal machines in het AS draaien. Daar kunnen verschillende tools op gerund worden, waaronder Nuclei om mee te scannen, WhatWeb, een tal van andere tools, hè, wat we maar nodig hebben om die kwetsbaarheden te vinden, te detecteren en uiteindelijk te melden. We hebben wat werk gedaan aan de mailrelay inderdaad, hè, het fatsoenlijk kunnen mailen naar buiten, zodat we iedereen ook snel en tijdig kunnen informeren. Dus ja, dat draait allemaal. En natuurlijk zijn we op de achtergrond bezig om dingen nog te optimaliseren, verder uit te bouwen. Vanuit operations faciliteren we ook de andere delen van de stichting. Dus ook de Academy zullen we faciliteren met bijvoorbeeld VM's waar mensen op kunnen hacken en testen tijdens de trainingen, dat soort zaken. En het is natuurlijk wel gescheiden. Dus waar de onderzoekers aan werken en waar de Academy studenten op gaan lopen hakken, dat zijn wel gescheiden omgevingen, hoop ik. Ja, zeker. Heel verstandig. Ja, zeker. Zeker. Ja, we zien ons natuurlijk wel een beetje als een unieke organisatie, ook in het IT-landschap. Dat betekent dat we zeer veel scheidingen aanbrengen. Ja. Zowel qua stichtingen als qua infrastructuur. Dus je moet een beetje zien als MSP. Hè, wij faciliteren de verschillende afdelingen met wat ze nodig hebben op het gebied van hardware en software. Ja, ja. Mooi. Ja. Je noemde het al, we scheiden niet alleen onze IT-omgevingen, maar ook de organisatorische omgeving. En daar komen de volgende twee gasten aan tafel. Maar eerst even applaus, Kasper Kuip, ons hoofd operations. Met 100 vrijwilligers in Nederland hebben we natuurlijk ook wel internationaal heel veel aandacht gekregen. En sluiten ook heel veel onderzoekers uit het buitenland bij ons aan. Dat is ja, zowel juridisch als organisatorisch, als taalkundig best wel ingewikkeld. En daar hebben we een aparte organisatie voor. Dus Ewout Drieuit, kom er even bij. Daarvoor heeft, ik mag eigenlijk ook wel zeggen, Victor Geus op een gegeven moment bedacht van we moeten een internationale afdeling op gaan zetten. CCERT.global, hè, dat is ook het URL daarvan, waar internationaal chapters opgebouwd worden. Daar geef jij nu leiding aan. Wat is de stand van zaken bij CCERT Global? Nou, de stand van zaken is, ik herken me een beetje wat jij zegt, Astrid. Er is wat papierwinkel voor nodig. En we starten als een Nederlandse stichting. Dus we hebben heel sterk DVD-DNA. Dat zit ook in CCERT.global. En we hebben statutaire banden. En dat klinkt een beetje chic, maar dat betekent dat wij vinden dat minimaal in die internationale organisatie het DNA voor minimaal 51% in het bestuur vertegenwoordigd moet zijn. Nou, al die dingen zijn inmiddels opgezet. Dus het bestuur draait. We hebben een raad van toezicht gevonden. Er zitten ook mensen van hier in de zaal, geloof ik. Ja, absoluut. Ja. De bestuursleden, dat zijn Victor, dat zijn Lennart, dat zijn Wietse en dat zijn ikzelf. Ja. Dus dat zijn allemaal DVD-vrijwilligers. Want ik ben ook al een paar maanden DVD-vrijwilliger, zoals jij weet. Maar ja. Misschien. Dus dat gaat super. De raad van toezicht, geweldig. Ook hebben we daar voor het eerst hebben we iemand die woont dan in de VS. Dus dat is iemand die heeft in Silicon Valley een bedrijf opgericht. Ik hou nog even in het midden wie het is. Maar er zijn echt ongelooflijk grote namen zitten daarin. Laatst hebben we een kick-off meeting gehad. En dan voel je echt heel klein als je met dat soort mensen aan een tafel mag zitten en broodje zit te snacken. Maar dat is echt geweldig. Ik denk wat het belangrijkste is van waar is CCERT Global in beginnen voor, is van, nou,
dat brengt mij 10 jaar zeg maar terug in de tijd dat ik nog bij Fox IT werkte. Toen waren we een onderzoek aan het doen en we vonden daar eigenlijk een enorme hoeveelheid creditcards. Dat doe je, dat vind je wel eens. En we wisten redelijk zeker dat die redelijk vers en uniek waren en dat de eigenaars van die creditcards nog niet wisten dat die gestolen waren. Dus wij gingen die BIN-nummers gingen we vergelijken zeg maar, met bij welke creditcardmaatschappij hoort het. En toen gingen we ze bellen. Nou, wat gebeurt er als je ze belt? Je denkt van als iemand jou belt van moet je luisteren, ik heb 15 miljoen missende creditcards voor je gevonden. Zullen ze wel enthousiast zijn of niet? He? Dan zullen ze wel blij zijn dat je belt. Ja, nee dus. Hè? Dus ze denken dat je iets komt verkopen. Ze denken nee, al die dingen die we vandaag al voorbij hebben zien komen. En dat is een heel groot probleem. Dus wat je moet doen is om dat vertrouwen te winnen. Want als jij namelijk jouw boodschap niet overkrijgt bij degene die het probleem heeft, is je probleem nog steeds niet gefixt. Heb je het hele internet de moeder gescand, maar als het gat niet gedicht wordt, ja, dan blijft het probleem bestaan. En daar gaan we in, dat is het eerste wat we eigenlijk willen gaan oplossen, dat we dat netwerk bouwen, dat we dat vertrouwen kunnen winnen. Ja, dat is eigenlijk een soort vertaling twee kanten op. Hè. Ik bedoel, wij scannen en melden de hele wereld, maar in deze rare Hollanders. Dan heb je dus mensen in verschillende landen, een soort chapters, die kunnen die vertaling maken. Soms letterlijk, bijvoorbeeld in het Portugees, in Brazilië van, dit zijn de Hollanders en die doen het op die manier. Maar ook de andere kant op. Hè. Dus onderzoekers over de hele wereld die vanuit hun eigen context dingen vinden. En via CISER Global weer bij ons brengen van, dit is een kwetsbaarheid, kun je daarop scannen. Maar het gaat wel vanuit onze scans. Ja, ja. Precies, ja. Ja, dus het onderzoek, het research, wordt vanuit het instituut, zoals wij dat dan noemen, de DVD zoals waar jij directeur van bent gedaan. En C-Sort werk zal natuurlijk ook voor een deel nog in Nederland in ieder geval gedaan worden. En wij gaan dan proberen zoveel mogelijk van het C-Sort werk dan dus in C-Sort.global neer te leggen. Omdat dat gewoon heel belangrijk is voor ze luisteren veel beter als jij een soort lokaal vertrouwen hebt. Ja. So if you're watching from the US and you want to join the DIVD, you work the I word. Konawa in Sakon Tsongkira. Hey, come on, skin, come on, skin, who was good in clay? So, Tom, what? Toch? Ja, oké, doen we dat. Verder nog iets? Dan gaan we naar de volgende. Dankjewel, Ewart. Ja, nee, ze kunnen wel even doorgaan, maar één is ook wel heel belangrijk, want dit is de internationale tak, maar ook in Nederland hebben we de boel, ja, zal ik maar zeggen, grondig gereorganiseerd. Frank Breda, kom er even bij. Ja. Ja, nou, Frank hebben jullie al regelmatig hier op het podium gezien. Ik dacht eindelijk een keertje te blijven zitten. Ja, dan moet je weer. Nou, oké, we houden het kort, dan kun je hier aan de borrel. Nee, lang verhaal kort, het Nederlands Security Meldpunt. Dat is eigenlijk waar Frank al mee begonnen was, voordat DIVD bestond. Toen is dat overgenomen en toen was het op een gegeven moment zoiets van, ja, hier in Nederland doen we het toch wel anders. Er zijn al heel veel partijen die kwetsbaarheden willen delen om dat samen op te lossen. En ja, volgens de DIVD, omdat we dan toch wereldwijd scannen, is het heel mooi om lokaal afspraken te maken met partijen en dat op één clearinghouse heet dat dan, gewoon de IP-adressen plus kwetsbaarheid te delen voor de mensen die kunnen oplossen. Wat is de huidige stand van zaken van het Security Meldpunt? Stichting Nederlands Security Meldpunt bestaat nu 2 maanden en een dag. De stichting is er formeel. Met de stichting alleen ben je er niet. Dat is wel een beetje het thema. De stichting alleen kost al een hoop moeite, maar dan, dan begint het pas. We zijn heel hard bezig om allerlei, ook ik drink me helemaal suf aan alle kopjes koffie, soms virtueel, soms ook echt fysiek, gelukkig weer. En we zijn met heel veel partijen nu aan het praten. Die vinden het allemaal heel spannend, want ja, iemand die alle kwetsbaarheden van Nederland doorheen gaat, is er wel te vertrouwen. Nou, heel belangrijk, we gaan geen kwetsbaarheden verkopen, we gaan nooit informatie ruilen voor geld. We gaan alleen maar zorgen dat die informatie zo snel mogelijk daar terechtkomt bij iemand die het zo snel mogelijk kan doen. En ik kan nog niet hele grote bekendmaking doen, anders dan dat de eerste fase nu draait. Waarbij we DIVD als notifier hebben, Connect to Trust en MBIP als vertrouwde partij die informatie doordelen. En waarbij we als het niet bij die partijen past, dan vergeet ik even Surf en passant. AMSIX. En AMSIX, maar AMSIX is geen doordelen nog op dit moment, maar de andere partijen zijn AMSIX en Abuse.io, en dan ga ik even helemaal volledig zijn. Met drie doordelers nu draaien we de eerste cases van DIVD zijn ook al doorgedeeld, dus de informatiestromen lopen.
En alle gesprekken gaan goed, alle verkenningen, er komt steeds meer enthousiasme. En ja, hopelijk komen we op het punt dat, dat de grote frustratie waardoor ik uiteindelijk bij DVD terechtgekomen ben, dat we die mogelijk een keer op gaan lossen in Nederland. Ja. En gewoon gaan zorgen dat als er iemand een lijstje heeft met en gaat roepen dat mensen oliebollen zijn, dat hij dan ook het lijstje met wie de oliebollen dan daadwerkelijk zijn kwijt kan. Ja. Bij ons en bij de mensen die hun systemen moeten patchen. Ja, want die frustratie bestond eruit dat als je weet dat iemand lek is, mag je dat zomaar melden, mag je zomaar mensen scannen. Dus juridisch heel ingewikkeld. Nou, inmiddels zijn er een aantal wetswijzigingen waardoor onder andere DTC en NCC ook onze meldingen kunnen doorzetten en ja, de wereld een stukje veiliger wordt. Ja. Toch? Dus ja, het beweegt de goede kant op. Ja, voor mij niet hard genoeg, maar dat... Kan altijd sneller. Kan altijd sneller, maar nee, ja. We komen heel praktisch en we gaan het gewoon handjes en voetjes geven, ja. Zorgen dat het gaat gebeuren. Nou, bij de Stichting Nederlandse Security Meldpunt ben je de secretaris, maar je bent nog steeds een DVD'er, zoals je ziet aan het shirt. Ja. Goed. Lieve mensen. Ja. Firmgradak. Nou, af en toe doen we ook marktonderzoek bij Hacktalk. Een van de reacties was, ja, supercool, het is apart, hartstikke leuk, het is heel gezellig. Het is altijd leuk om allerlei bekenden weer te zien, maar mag het alsjeblieft een beetje korter? Is niet gelukt. Sorry. Nee, serieus. Om 10 uur moeten we wegwezen, want er komt het avondprogramma hier. Dus we hebben al 3 kwartier om gezellig te netwerken en te kletsen met elkaar. We zijn er weer 15 juli. Dan ga ik onder andere met Lennart Oudshoorn een co-presentatie geven over dat de grootste hacks ter wereld eigenlijk heel simpel waren. Ja. Soms gebruiken ze nou wachtwoord, weet je wel. Zoiets lulligs. Heel leuke presentatie. We kijken dan ook vooruit naar MCH. Dat gaat van 22 tot 27 juli plaatsvinden in Zeewolde. Een gigantisch hackerskamp. 4000 hackers. Ik ben daar teamlead music. Winko van ons is daar teamlead villages. Er is ook een DVD village met vlaggen. Ja, het begint steeds meer een soort secte te worden. Al die shirts en vlaggen. Goed. Maar hopelijk zijn jullie 15 juli er weer. En als je onderwerpen hebt waarvan je denkt van nou, dat vind ik eigenlijk ook wel eens leuk om te vertellen. Ben je ook van harte welkom. En dan zijn we er weer 23 september en 16 december. Allemaal dankzij de sponsoring van Stedin en de gemeente Rotterdam. Woe. Goed, tot dan. Dankjewel Astrid.